Hallo allemaal, welkom bij college 1 van de cursus Wetenschapsfilosofie voor Psychologen. In deze cursus gaan we vooral nadenken over wat wetenschap is, hoe je wetenschap van niet-wetenschap kan onderscheiden. En dat is natuurlijk van belang voor jullie, omdat psychologie de status heeft een wetenschap te zijn. En de vraag is natuurlijk dat als we een antwoord hebben op die vraag hoe je wetenschap van pseudowetenschap kan onderscheiden, of psychologie dan inderdaad in die categorie wetenschap valt. We pakken dat in deze cursus historisch aan. Dus we beginnen met nadenken over kennis eigenlijk. Wetenschap is de bron van kennis, zeggen we nu. We gaan helemaal terug tot de oude Grieken, die nadachten over wat kennis was en waar je kennis vandaan haalt. Dat gaat dan vervolgens over, die kennisleer, dat nadenken over kennis, gaat vervolgens over in wetenschapsfilosofie. Dat is, je zou kunnen zeggen, in 1929 zou je het kunnen pinpointen. En dat zullen we later in een college zien. En daarna bekijken we wat kritisch denken is. En wat ook de valkuilen kunnen zijn voor een wetenschapper als die niet kritisch denkt. Ik doe deel 1 en 2. Dat wil zeggen de kennisleer en de wetenschapsfilosofie. Dat is een historisch overzicht. Mijn collega Michael Vlerk doet 3. En hij zal jullie dus ook wel terzijder tijd wat meer informatie geven over dat deel van de cursus. Hoe is de cursus opgezet? De cursus bevat opgenomen colleges. Hoorcolleges zijn allemaal opgenomen van tevoren. Die moet je ook van tevoren bekijken. Het idee is dat dit een versie van blended learning is, waarbij je dus online een gedeelte hebt en on-campus een gedeelte hebt. Nou, het online gedeelte bestaat dus uit de opgenomen hoorcolleges. Dat is het belangrijkste deel daarvan. Die bekijken jullie. En dan is er per week een vraag- en antwoordsessie online en een vraag- en antwoordsessie on-campus. Daarin stellen wij 10 vragen over die 2 colleges en onderweg kunnen jullie natuurlijk ook jullie vragen kwijt. En dat betreft de hoorcolleges. Er zijn ook werkcolleges. Die zijn allemaal op de campus. Je kunt het rooster vinden waar en wanneer die zijn. Je kan je via Osiris inschrijven. Daar zijn ook alternatieven voor. Het idee is dat, we doen wel alsof corona weg is, maar dat is natuurlijk niet zo. Er zijn dus ook nog wat mensen die eigenlijk niet aan de campus kunnen komen. Die moeten natuurlijk wel kunnen studeren. Dus er zijn ook alternatieven voor die werkcolleges. Die bestaan uit extra kennisclips en wat quizjes. En natuurlijk mag je allebei doen. Als je naar de campus kunt komen, dan is het natuurlijk niet verboden om ook die alternatieven voor de werkcolleges te doen. Die extra kennisclipjes te bekijken en die quizjes te doen. De werkgroepen, en dat geldt natuurlijk ook voor de hoorcolleges, die zijn niet verplicht. Maar het besproken materiaal behoort, zowel van de hoorcolleges als van de werkgroepen, behoort natuurlijk wel tot het tentamenstof. Laat ik wat zeggen over de literatuur voor mijn deel van de cursus, dus voor het kennisleer en het historische wetenschapsfilosofie gedeelte. Ik heb alle secties die je uit het boek Exploring Humans moet kennen, moet bestuderen, die heb ik op canvas gezet. Gebruik daarvoor, voor deze cursus, de 8e herziene editie uit 2021. Er zijn 2 eerdere versies van het boek. Die zijn eigenlijk hetzelfde, die hebben alleen een andere omslag. Maar de versie uit 2021 bevat echt nieuwe stof. Dat is dus een echte uitgebreide versie. Voor Michael geldt dat de teksten op canvas komen en als het goed is, is daar dan tegen de tijd dat zijn deel van de cursus begint een open access cursusboek voor. Maar het zal in ieder geval op canvas geplaatst worden. Hoe toetsen we deze cursus? Dat doen we door middel van 1 endterm. Dat endterm heeft een beetje een rare vorm. Dat wil zeggen, het bestaat uit 27 meer keuzevragen. Dat is een beetje een raar getal natuurlijk. En 2 open vragen. Dat is historisch zo gegroeid. We hadden eerst een cursus met een essay en een endterm met 6 open vragen. Nu is het zo dat daarna het een midterm werd met meer keuzevragen. En dan een endterm met meer keuzevragen en open vragen. En daaruit is weer gegroeid toen het rooster zo nodig veranderd moest worden. En dat het endterm heel dicht op de
inzet van het eindterm zat, zodat we geen midterm meer kunnen doen, hebben we het moeten veranderen naar deze vorm, 27 meerkeuzevragen en 2 open vragen. Die gaan allemaal natuurlijk over alle hoorcolleges en de werkcolleges. En de meerkeuzevragen tellen samen voor 50% en de open vragen tellen samen voor 50%. De meerkeuzevragen tellen onderling allemaal even zwaar. Hetzelfde geldt voor de open vragen. En bij de meerkeuzevragen passen we een correctie toe voor de gokkans. Er is een oefententamen beschikbaar op Canvas. En er zitten ook wat in de quizjes zitten natuurlijk ook allerlei vragen die vergelijkbaar zijn met wat we op een tentamen kunnen vragen. Nou, toch nog even voor de duidelijkheid. Wat moet je nou voor mijn deel bestuderen? Alle secties die in het boek staan, die opgegeven zijn in Canvas. De in de hoorcolleges en de werkcolleges besproken stof. Dus alle inhoud van die genoemde secties in het boek behoort tot de stof. En ook die dingen die wel behandeld worden, maar eventueel niet in het boek staan, dat is ook allemaal tentamenstof. Hè. Dus ik pas hier en daar natuurlijk de zaak toe op bijvoorbeeld iets uit de psychologie wat jullie bij geschiedenis gehad hebben. Dat deel staat dan natuurlijk in jullie geschiedenisboek en niet in het Exploring Humans boek. Dan moet je natuurlijk wel de toepassing ook weer snappen die ik in de colleges dan heb uitgelegd of die we in de werkcolleges besproken hebben. En dat houdt dus in dat dat dus niet in het boek staat, maar wel tentamenstof is. Voordat de colleges beginnen, staan natuurlijk de hele filmpjes staan online, die staan op Canvas, ze staan ook op YouTube. Dat geldt ook voor de colleges van mijn collega. En als je liever op YouTube kijkt, dan zijn ze ook te vinden. De PowerPoint slides, die staan natuurlijk allemaal op Canvas. Die kan je van tevoren downloaden. En dat is als een PDF-file. In die PowerPoints maak ik nogal eens gebruik van afkortingen, zodat het net wat overzichtelijker wordt op zo'n PowerPoint slide. En HD bijvoorbeeld, dat betekent half doormalen, hè, zo heet ik. En dat doe ik dan om bijvoorbeeld aan te geven dat ik iets belangrijk vind of dat het een opmerking is die ik maak en niet de filosoof die we dan op dat moment bijvoorbeeld aan het bespreken zijn. Die PowerPoints die functioneren natuurlijk als een soort van samenvatting, als een soort rode draad die je hebt bij de bestudering, die je kunt gebruiken bij de bestudering van de cursus. En ook bij de voorbereiding natuurlijk. Nou zijn er ook allerlei samenvattingen van studieverenigingen, van Complex bijvoorbeeld. Die zijn over het algemeen echt heel erg beroerd. Ik heb ook een samenvatting gevonden op Stuvia, daar staan er wel meerdere hoor. Die zijn echt, zoals Orwell zegt, double plus ungood. Die zijn echt zo ontzettend beroerd. Gebruik die alsjeblieft niet, want die staan boordevol fouten. Maak zelf een samenvatting. Dat is altijd het beste. Bestudeer gewoon de stof, bekijk de clipjes, lees het boek, maak zelf een samenvatting. Die is ongetwijfeld beter dan de samenvattingen die je vindt bij de studieverenigingen of bij een commerciële instelling als Stuvia, waar studenten gewoon proberen een beroerde samenvatting te verkopen. En dan heb je er niks aan. Dan kan je alsnog het tentamen opnieuw doen en moet je nog zelf een samenvatting maken. Wil je een voldoende kunnen halen. Dus doe het alsjeblieft niet. Goed, wat gaan we in dit college doen? We beginnen met kort uit te leggen, heel kort, later komen de details, wat wetenschapsfilosofie is. De cursus heet tenslotte wetenschapsfilosofie voor psychologen, dus dan moeten we toch in ieder geval een idee hebben van wat wetenschapsfilosofie is. Vervolgens moeten we natuurlijk ook uitleggen waarom jullie wetenschapsfilosofie krijgen. Want jullie zijn tenslotte psychologen en geen filosofen. Waarom krijg je dan een cursus wetenschapsfilosofie? Daar heb je toch niet voor gekozen. En je wil psychologie doen. Toch is het denk ik van groot belang dat een wetenschapper nadenkt over wat wetenschap is. En dat is eigenlijk dus het belang van de cursus. En dat je dus als psycholoog ook nadenkt over wat wetenschap is. En nadenkt over die vraag of psychologie een wetenschap is. Nou, daarna beginnen we met de inhoud van de cursus. We beginnen met het historisch overzicht. Dat begint met kennisleer, ofwel epistemologie, dat is hetzelfde.
En dat gaat over de vraag wat kennis is en waar kennis vandaan komt. En de rationalisten zeggen dat de kennis komt van het verstand. En de empiristen zeggen dat kennis stamt uit de zintuigelijke waarneming. En de ervaring die je opdoet wanneer je je zintuigen gebruikt. Dus die zijn het niet met elkaar eens en daar zullen we het over moeten hebben. Nou, dan eindigen we vandaag het college, en dat zullen we ook met de andere colleges doen, met een samenvatting en een vooruitblik naar wat we in de colleges daarna gaan doen. Laten we beginnen met uitleggen wat wetenschapsfilosofie is. En dat moeten we natuurlijk een beetje kort doen, zodat je een idee hebt van wat we in deze cursus gaan doen. Wat is wetenschapsfilosofie? Nou, in het algemeen kan je zeggen dat filosofie kritisch reflectie, kritisch nadenken is over een onderwerp. En in dit geval is dat dan dus wetenschap. De wetenschap die heeft wat dan heet het monopolie op het verwerven van kennis. Nou, is dat terecht? En daar gaan we de vragen over stellen. Gaan we kritisch over nadenken. Is het inderdaad terecht dat wetenschap de enige methode is die ons echte kennis oplevert? En dat we dus andere methoden dus uit moeten sluiten? En dan gaan we kritische vragen over stellen. We gaan er kritisch over nadenken. We gaan er niet zomaar zeggen, nee, dat is zo. We moeten nagaan denken over wat wetenschap is en wat het van pseudowetenschap onderscheidt. En normaal gesproken hebben we daar wel een beeld van wat wetenschap is. Dus als we het antwoord vinden straks op de vraag, wat is wetenschap, moet dat niet zo zijn dat dat volledig niet in overeenstemming is met onze ideeën die we daarover hebben. Maar we krijgen misschien wel betere ideeën erover door goed na te denken en ook door te luisteren naar mensen die eerder die vraag beantwoord hebben en daar argumenten voor gegeven hebben voor hun antwoord. Ik neem bijvoorbeeld de uitspraken van Stephen Hawking. Als je mensen vraagt, noemen ze een wetenschapper, dan komen ze al snel met een natuurkundige of iets dergelijks. Met Newton, met Einstein of met Hawking. Maar Hawking doet uitspraken over zwarte gaten. Daar heeft hij een hele theorie over. Maar zwarte gaten, die kan je niet zien. Dat is het idee. De zwaartekracht is daar blijkbaar zo sterk dat zelfs licht er niet meer van afkomt. Dus kan je het per definitie niet zien. Toch zeggen we, ja, die man, dat is een echte wetenschapper. Dat is het prototype wetenschapper. Het stereotype wetenschapper misschien zelfs. En dan aan de andere kant hebben we mensen als Joke Damman, beter bekend als het medium Jomanda. En die zegt, ja, ik zie witte geesten, die kunnen jullie niet zien, maar ik zie witte geesten. En die vertellen mij wat er met jou aan de hand is, of je ziek bent of niet. Dus die heeft het ook over dingen die je niet kan zien. En waarom geloven we Stephen Hawking nu wel en Joke Damman niet? En waarom zeggen we de een is wetenschap en de ander, als je er wetenschappelijkheid voor zou claimen, is het pseudowetenschap. Het is in ieder geval niet wetenschap. En waarom zeggen we dan, ja, wat Hawking ons vertelt, dat is kennis. En wat Damman ons vertelt, ja, dat is nonsens. Nou, daar moeten we eens goed over na gaan denken. Nou, dus als je kijkt naar hoe dat we het woord wetenschap gebruiken, dan doen we dat over het algemeen wel op een consistente manier en zijn we het er ook wel over eens. Wanneer we dat moeten gebruiken, niet altijd. Dus het zijn van die gevallen waar het om pseudowetenschap gaat. Dat mensen er niet over eens zijn, maar dan gebruiken ze het woord meestal nog wel op dezelfde manier. Dus als je van een astroloog wil zeggen dat het een wetenschapper is, wil je zeggen dat hij eigenlijk dezelfde methode gebruikt als een natuurkundige. En als we het hebben over afwassen of autorijden of iets dergelijks, dan zeg je, ja, dat is geen wetenschap. Daar gaat niemand wetenschappelijkheid voor claimen. Dus het verschil tussen wetenschap en niet-wetenschap, dat accepteren we denk ik allemaal wel. En we hebben er ook wel allemaal een idee over wat die wetenschap dan zou moeten doen. Die levert ons kennis op bijvoorbeeld. Nou, dus heel vaak gebruiken we dat woord wetenschap en gebruiken we het eigenlijk ook wel goed. Maar als we er nu eens kritisch over na gaan denken, over de vraag dus eigenlijk, wat maakt nou iets tot wetenschap en wat zijn de eigenschappen van de wetenschap, dan wordt het moeilijker. Dan zie je dat mensen verschillende antwoorden gaan geven. En als je dan in debat over gaat, dan zie je ook dat ze moeten zeggen, ja, nee, dat klopt eigenlijk niet wat ik daar zeg. Dus laten we daar nu eens over nadenken. Dus we gebruiken het woord eigenlijk wel goed. Dus we moeten ook niet met een antwoord komen, wetenschap is. En dan komt er een antwoord dat totaal niet meer strookt met de ideeën die we hebben. Die dan van natuurkunde zou zeggen dat het geen wetenschap meer is. Of van afwassen dat het wel is. En dat is natuurlijk gek. Zo'n antwoord is per definitie niet goed.
Maar we zoeken dus een antwoord op die vraag wat wetenschap nu precies is. Nou, dat is nog niet zo makkelijk. En dat geldt eigenlijk ook voor academici. En jullie hebben een aantal jaren, 2, 3 jaar psychologie gedaan. Jullie zijn wetenschappers of wetenschappers in spe. En dan is de vraag, hebben jullie daar nou eigenlijk een goed beeld van? Niet zozeer van wanneer je het woord wetenschap toepast, op welke discipline, maar op het antwoord, op de vraag, het antwoord op de vraag, wat is wetenschap nu precies? En daarom zou ik jullie willen vragen om de enquête op Canvas in te vullen. Het is een korte enquête, dus maar een paar vragen. Ik ben er maar een paar minuten mee kwijt. En als je dat doet, dan kan ik die gegevens van jullie antwoorden. Wie wat geantwoord heeft, dat wil zeggen, het blijft allemaal anoniem. Maar het aantal mensen dat ja of nee heeft geantwoord op een vraag is filosofie, wetenschap. Die kan ik dan gebruiken in een volgend college wanneer we daadwerkelijk gaan nadenken over dat verschil tussen wetenschap en pseudowetenschap. Waarom moet je nu als psycholoog wetenschapsfilosofie doen? Je kan natuurlijk ook naar een andere opleiding gaan. En dus als je naar een HBO gaat, dan zal je waarschijnlijk minder filosofie krijgen. Dat geldt niet overal, maar meestal is het zo dat als je gaat studeren aan een universiteit, dat je dan filosofie krijgt. En de meeste studenten krijgen dan ook een cursus wetenschapsfilosofie. In dit geval dus psychologen. Nou, waarom is dat nu? Want het is natuurlijk niet een vak wat je gekozen hebt. Je hebt gekozen om psychologie te gaan studeren. Waarom krijg je dan filosofie? Dat is toch heel wat anders. Laten we kijken waarom jullie dat krijgen. Psychologie heeft de status van wetenschap. En ik denk dat dat ook terecht is. We moeten natuurlijk in deze cursus gaan kijken of dat terecht is. Maar ja, je snapt dat het wordt gegeven als wetenschap op heel veel universiteiten. Dus het zou gek zijn als het een pseudowetenschap blijkt te zijn. Want dat is een huidige idee over wetenschap niet matchen met psychologie als wetenschap. Nou, we gaan heel vaak nadenken over wetenschap, over kennis, daar waar het misschien niet direct van toepassing is op de psychologie. We zullen gewoon in het algemeen gaan nadenken over kennis, of in het algemeen gaan nadenken over wetenschap. En daar waar het heel specifiek van toepassing is op de psychologie, daar waar we het in de hoorcolleges toepassen, daar heb ik zo'n memo. Ik denk dus dat aan het eind van de rit, aan het eind van deze cursus, je het met me eens zal zijn dat psychologie inderdaad een wetenschap is. Maar ik weet niet of dat je dat al meegemaakt, maar je zal in je omgeving ongetwijfeld mensen hebben die als je zegt, wat studeer je, als je daarop antwoordt psychologie, dat ze zeggen, ja maar dat is toch geen wetenschap, of dat is een nepwetenschap, of wat heb je daar nou te gaan? Nou, ik hoop dat je aan het eind van deze cursus uit kan leggen waarom psychologie gezien wordt als een wetenschap. En daar heb je natuurlijk kennis voor nodig. En je moet natuurlijk weten wat in de historie de antwoorden zijn geweest op de vraag, wat is wetenschap? En of dat, als je dan zo'n antwoord hebt gekregen, dat dan volgens dat antwoord psychologie een wetenschap is. Dan moet je natuurlijk wel die antwoorden kennen. Nou, we pakken dat historisch dus aan en we gaan dus gewoon nadenken over wat kennis is en of wetenschap inderdaad de enige methode is die ons kennis oplevert. En als wetenschap inderdaad de enige methode is die ons kennis oplevert, dat psychologie daaronder valt. Dat psychologie zich kwalificeert als wetenschap. Nou, dan moet je natuurlijk gewoon weten wat die vragen, wat de antwoorden op die vragen zijn. Vervolgens moet je dat natuurlijk kunnen toepassen. Je moet een vaardigheid hebben, je moet kunde hebben. Niet alleen kennis, maar ook kunde. Je moet ook, als je eenmaal weet dat dit en dit het antwoord is op de vraag, wat is wetenschap? Dat je dat antwoord kan toepassen op de psychologie. En kan je zeggen, kijk, hier heb je bijvoorbeeld Karl Popper, die zullen we bespreken. En Karl Popper zegt, iets is wetenschap als het falsifieerbaar is. Hè? Wat er precies is, daar komen we later wel op. Maar dan moet je natuurlijk vervolgens kunnen zeggen, ah, Popper zegt dat, maar ja, dat is natuurlijk niet genoeg om te kunnen beargumenteren dat psychologie wetenschap is. Je moet het dus ook daadwerkelijk kunnen toepassen. Je moet snappen wat ermee bedoeld wordt en je moet het dan vervolgens toe kunnen passen. En dat houdt dus in dat je zelf de kritische vaardigheid moet hebben, die vaardigheid om te reflecteren op jouw discipline, psychologie, en die vraag kunnen beantwoorden, waarom vind jij dat psychologie wetenschap is? Nou, daar heb je dus die kennis voor nodig, maar dat is ook de vaardigheid. Je moet het snappen, je moet het toe kunnen passen. Is het terecht dat psychologie de status van wetenschap heeft? Of is het misschien toch gedeeltelijk een pseudowetenschap? Dus dat is belangrijk dat je dat kan.
En daarbij moet je natuurlijk ook snappen, en dat heeft dus, dit is ook niet alleen kennis, maar is ook de vaardigheid om het vervolgens toe te kunnen passen. Je moet kunnen beargumenteren, dat is een vaardigheid, waarom het terecht is dat wetenschap het monopolie heeft op kennisverwerving. Of, hè, mocht je aan het eind van de cursus denken dat dat niet zo is, moet je de vaardigheid hebben om te kunnen beargumenteren waarom het niet terecht is dat wetenschap het monopolie heeft op kennisverwerving. En dan maakt het misschien niet uit of dat psychologie wel of geen wetenschap is, want het is, wetenschap is toch niet de enige bron om kennis te verwerven. Nou, dus dat is natuurlijk van belang, dat je niet alleen de kennis hebt, maar ook de vaardigheid. En daar komt dus die filosofie om de hoek, want filosofie is het kritisch nadenken over, in dit geval dus wetenschap en meer in het bijzonder psychologie. En je kan hier bijvoorbeeld denken aan de replicatiecrisis in de psychologie. Die is er. Mensen doen onderzoek in de wetenschap. En dit geldt niet alleen voor de psychologie, maar daar is het wel heel sterk aanwezig. Je doet onderzoek. Je hebt een hypothese. Die wordt bevestigd en dat wordt gepubliceerd. En als jij een hypothese hebt en ja, die wordt weerlegd. Je zegt, ik dacht dat dit en dit en dit het geval is met betrekking tot de menselijke psyche. En dat blijkt niet zo te zijn. Nou ga ik dat eens publiceren. Nou, jij raakt het aan de straatstenen niet kwijt. Niemand wil een hypothese die ja, incorrect blijkt te zijn publiceren. Terwijl die, dat zullen we zien, wel degelijk interessant is. En er nu ook wel tijdschriften zijn die alleen maar gaan over hypotheses waarvan men dacht dat die correct zouden zijn, dat die bevestigd zouden worden, maar die niet bevestigd werden. Daar zien we dat er iets aan de hand is in de psychologie. Je moet eigenlijk ook origineel zijn. Dus je moet eigenlijk ook een hypothese bedenken die niemand anders bedacht heeft. Nou, dan ga je misschien ergens in de marges van de psychologie iets zitten bedenken. Nou, misschien is dat ook niet heel erg zinvol om te doen. Dus wijst die replicatiecrisis in de psychologie misschien niet toch op dat er iets pseudowetenschappelijks aan de hand is met de psychologie. En als dit in andere wetenschappen ook aan de hand is, en dat is daar zeker ook aan de hand hoor. Dit is niet iets wat je alleen in de psychologie ziet, maar je ziet het wel in de psychologie, met name in de sociale psychologie. Dat ja, daar eigenlijk heel veel experimenten opnieuw gedaan moeten worden op een rigoureuze manier, omdat als je ze, en dat is gebleken bij daadwerkelijk replicatieonderzoek, dat als je ze repliceert of probeert te repliceren, je niet de positieve data krijgt die de auteurs van het originele artikel, van het originele experiment kregen. Dus probeer die kritische houding ten opzichte van je eigen onderzoek altijd in te nemen. En daar heb je dus kennis voor nodig en kunde. Je moet die vaardigheid hebben. En nou, die gaan we natuurlijk ook een beetje trainen in deze cursus. En dat alles dient ook nog een doel. Kennis en kunde dienen een ander doel. Je wil iets bereiken natuurlijk. Je wil goede wetenschappers afleveren eigenlijk. En dan heb je het over karakter. Dat is iets wat natuurlijk in het profiel, het onderwijsprofiel van de universiteit van, in Tilburg, van Tilburg University, heel belangrijk is. Wat we willen doen natuurlijk is je met kennis en met kunde. Dus met training in kennis. Je moet natuurlijk gewoon heel veel kennis hebben over de psychologie. Wil je een goede psycholoog kunnen zijn? Als je niks van psychologie weet, dan ga je geen goede psycholoog worden. Maar je moet natuurlijk ook je vaardigheden trainen. En in deze cursus train je de vaardigheden om je kritisch te verhouden ten opzichte van je eigen studie, van je eigen discipline, van je eigen wetenschap. In de hoop natuurlijk dat je daardoor beter inzicht krijgt in wat wetenschap is, in wat psychologie dus is, of er dus mankementen zijn in de psychologie, daar waar je zegt van, ja, hier zit dat toch wel misschien wel pseudowetenschappelijke kantjes aan de psychologie, misschien dat we daar toch eens iets aan moeten doen. In de hoop dat je dus betere wetenschappers wordt, want we willen natuurlijk niet de volgende Diederik Stapel afleveren, niet de volgende oplichter afleveren. Je wil psychologie, je wil wetenschap zo degelijk mogelijk doen, omdat je met die wetenschap natuurlijk ook gaat proberen in de samenleving wat te doen en niet alleen maar geld verdienen of prestige hebben omdat je de professor bent die zo ontzettend veel publiceert in allerlei aantijdschriften. Nee, we willen uiteindelijk natuurlijk de samenleving ook een stukje verder brengen. En daar heb je deugdelijke wetenschappers voor nodig. Wetenschappers die weten waarom ze op een bepaalde manier te werk gaan. En dan moet je dus ook kritisch durven nadenken over je eigen wetenschap. Over je eigen denken als wetenschapper. Nou, we zullen in deze cursus zien dat dat nog niet zo eenvoudig is. En dat is natuurlijk waar we het in deze, op deze universiteit ook over willen hebben. We willen understanding society.
Maar dat Understanding Society, dat dient natuurlijk een doel. En misschien dat jij als psycholoog geïnteresseerd bent in een psychologisch mechanisme of een bepaalde stoornis, gewoon omdat je wil weten hoe dat zit. En dat je pure interesse hebt. Maar in het algemeen zijn we natuurlijk niet bezig met op de universiteit met het bevorderen van dingen doen die mensen leuk vinden. Of dat je geld wil verdienen. He, dus misschien vind jij dat heel interessant en ben je daardoor een supergedreven wetenschapper. Als je bijvoorbeeld geïnteresseerd bent in autisme spectrumstoornissen. Ja, hartstikke interessant. Misschien vind je dat gewoon alleen maar interessant omdat jij het wil weten. Maar uiteindelijk als universiteit en als belastingbetaler die je natuurlijk een universiteit mee financiert, willen we natuurlijk dat die kennis die jij opdoet, die vaardigheden die jij opdoet, die jou een goede psycholoog zullen gaan maken, dat we daar als samenleving, als individuen in de samenleving en mensen die bepaalde stoornissen hebben, bijvoorbeeld, dat die geholpen zijn. We willen advancing society, we willen de samenleving vooruitbrengen. Nou, en daarom moet je natuurlijk die samenleving begrijpen. Nou, dat is natuurlijk ook onderdeel van deze cursus. Als je kritisch nadenkt en na kunt denken en na durft te denken, en dat laatste zit er natuurlijk ook in je karakter, dat je dat durft en dat we dat dat je durft te zeggen van misschien is dit punt van de psychologie wel pseudowetenschap en laten we daar iets aan doen. Daardoor maak je betere psychologen, daardoor krijgen we een betere psychologie als wetenschap en daardoor hebben we er meer aan in onze samenleving. He, niet alleen qua begrip, maar ook om mensen bijvoorbeeld te kunnen helpen. Nou, dat is natuurlijk een belangrijk doel van een cursus als die van wetenschapsfilosofie. En bij jullie wordt die natuurlijk toegepast op de psychologie. Maar dat geldt eigenlijk voor alle cursussen wetenschapsfilosofie voor niet-filosofen. Dat geldt voor de economen ook bijvoorbeeld. Dit is een cursus waarin we de zaak historisch aanpakken. En we beginnen met de oude Grieken. En die waren eigenlijk natuurlijk niet bezig met wetenschapsfilosofie, maar met de vragen rondom kennis. En dat heet epistemologie. Ofwel kennisleer. Dus daar beginnen we mee. Wetenschapsfilosofie begint met epistemologie, als we het historisch aanpakken. Dus men dacht vroeger wel na over kennis. Epistemologie is kennisleer. En episteme is het oude Griekse woord voor kennis. En men dacht vroeger wel na over wat kennis was, waar kennis vandaan kwam. En nog niet meteen over waar wetenschap, wat wetenschap was. Dus laten we daar eerst naar gaan kijken. Die epistemologie, die kennisleer, die stelt een aantal vragen. En die vraagt, wat is kennis? Wat is zekere kennis? Dat is een beetje dubbelop, daarom heb ik tussen aanhalingstekens gezet. Kennis is eigenlijk altijd zeker. Tenminste, als we vandaag gaan kijken naar wat we als antwoord op die vraag geven. Wat is kennis? Dan lijkt dat inderdaad zo te zijn dat dat iets is waarvan je zeker moet zijn. Nou, vervolgens moet je natuurlijk ook vragen hoe dat je weet dat je bepaalde kennis hebt, dat je kennis echte kennis is, met andere woorden, dat je die kan rechtvaardigen. En je kunt je afvragen dus waar die kennis dan vandaan komt. En wat is de bron van kennis? Nou, die vragen die hangen natuurlijk samen. En traditioneel gezien hebben we daar twee posities die zeggen, er is kennis mogelijk, we kunnen kennis verwerven over de wereld. Maar die posities die verschillen over hoe dat we dat doen. Wat de bron van kennis. We hebben de rationalisme, de rationalisten. Het rationalisme dat zegt dat echte kennis afkomstig is van de ratio, van je verstand, van de reden. Daartegenover staat een positie, de positie van de empiristen, en die positie heet het empirisme. En die zegt, nee, er is wel degelijk echte kennis mogelijk, maar die zit hem niet in het goed gebruik van je verstand, maar die zit in het gebruiken van je zintuigen. Als je naar de wereld kijkt, als je dingen proeft, als je ruikt, als je luistert, dan doe je daar allerlei ervaringen op. En die ervaringen die je hebt doordat je je zintuigen gebruikt, dat is de bron van kennis. Dus als je wil weten hoe de wereld in elkaar zit, dan moet je niet goed je verstand gebruiken, dat is wat de rationalisten zeggen, maar moet je naar de wereld kijken of op een andere manier je zintuigen gebruiken. We zullen zien dat doorheen de geschiedenis die rationalisten in debat blijven met die empiristen. In het begin, bij de antieke Grieken waar we nu naar gaan kijken, daar is dat debat eigenlijk heel radicaal. En zeker het rationalisme van Plato, waar we het zo meteen over zullen hebben, dat is heel radicaal. En dat wordt doorheen de geschiedenis, wordt dat rationalisme, wordt gematigder. Goed, die rationalisten en die empiristen, die beantwoorden allebei de vraag, kunnen we echte kennis hebben, kunnen we kennis hebben, met ja.
Dat is mogelijk. En daarmee staan ze tegenover de sceptici en het scepticisme dat op de vraag antwoordt, wat weet je zeker, zegt helemaal niks. En zelf dat niet. Ik weet zelf niet eens zeker dat ik niks zeker weet. En dat zijn de sceptici. Laten we daarmee beginnen. De rationalisten en de empiristen, die argumenteren, ieder op hun eigen manier, tegen het scepticisme. En het scepticisme zegt, er is geen kennis mogelijk. Nou, als die gelijk zouden hebben, dan zou je dus meteen op kunnen houden met proberen kennis te verwerven en met aan wetenschap doen, want die kennis kan je toch niet verwerven. Dus je snapt dat in de geschiedenis er nogal wat verzet is geweest tegen dat scepticisme. Maar laten we eens beginnen met een oude scepticus, en dat is Socrates. En laten we kijken naar wat hij eigenlijk deed en hoe dat hij over kennis nadacht. Nou, ook hier geldt dat als er zo'n memo-stickertje op zit, in dit geval met een stickertje dat zegt dat we dit nog bespreken in de werkgroepen, dan leg ik het in de tutorials of de clipjes die ik daarbij gemaakt heb, leg ik het nog op een hele andere manier uit dan dat ik het in de hoorcolleges uitleg. Dus kijk daar nog een keer naar als je dit moeilijk vindt. Nou, Socrates staat op het marktplein en die stelt eigenlijk vraagtekens bij wat mensen geloven. Wat ze denken dat zeker kennis is. Hij vraagt, wat weet je zeker? En dan zegt iemand, ik weet zeker dat 2 en 2 4 is, dat de maan rond is. En Socrates die zegt dan, hoe weet je dat zeker? Waar heb je die kennis vandaan? En die blijft eigenlijk net zo lang doorvragen, totdat mensen zeggen, ja dat weet ik niet hoor. En dan moet je eigenlijk zeggen, oh, maar wacht even, dat was jouw eerste bewering dat de maan rond was, dat je dat wist, dat weet je dan ook niet zeker. Als je niet kan uitleggen hoe je zeker weet dat de maan rond is, dan moet je uiteindelijk concluderen, ja, ik weet dus ook niet dat de maan rond is. Nou, Socrates, die staat dus op het marktplein en vraagt aan iedereen, wat weet je zeker? En uiteindelijk gaan al die mensen naar huis, dat waren voornamelijk de jongeren, gaan naar huis met het idee dat ze niks meer zeker weten. Nou, dan ben je bij het scepticisme en je kan eigenlijk alle opvattingen die je hebt betwijfelen. Niets is zeker. En dan ja, is dat de conclusie. Hè? Misschien is dan de conclusie wel dat we helemaal niks zeker weten. En dat is wat de scepticus beweert. Nou, Socrates werd dat allemaal niet in dank afgenomen. Hij werd veroordeeld voor het verpesten van de jeugd. En voor atheïsme, want hij wist natuurlijk ook niet zeker dat de goden bestonden. De goden van de stad Athene waar hij woonde. En hij wordt veroordeeld, hij moet de gifbeker drinken. En hij wordt dus ter dood veroordeeld. Eigenlijk voor kritisch denken. En tegenwoordig hebben we de Socratische methode. Dat is de methode waarbij je je leerlingen vragen stelt. En dat zij de antwoorden geven. En dat je dan, als een antwoord geeft, weer een vraag stelt. Dus met andere woorden, denk nu eens kritisch na over je eigen antwoord dat je gegeven hebt. Tegenwoordig is dat natuurlijk iets wat we heel erg waarderen. In het oude Athene van Socrates werd dat blijkbaar niet gewaardeerd. In ieder geval niet door iedereen. En ja, dan word je veroordeeld voor het bederven van de jeugd. Terwijl we nu natuurlijk zullen zeggen, dat is de jeugd, kritisch leren denken. Dat is precies een vaardigheid die we je in deze cursus willen bijbrengen. Weten we dan niets zeker? En want dat zou de conclusie kunnen zijn. Je gaat naar huis, je bent aan de markt geweest, je bent als iemand als Socrates tegengekomen. Het lijkt me misschien een beetje een gekke man, want die vraagt je wat weet je zeker. En uiteindelijk ga je naar huis. Dat je dacht van, ik met een opvatting van je, ik dacht dat ik wist dat er maar een rond was, maar dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Weten we dan niets zeker? Dat brengt ons natuurlijk bij de tegenstanders van dat scepticisme. De meeste mensen zullen zeggen, ja, maar ik weet toch wel degelijk dat de maan rond is of nou, iets anders. Je weet toch wel degelijk iets. Maar dan is de vraag, hoe kan je dat uitleggen? Hoe kan je uitleggen, hoe kun je rechtvaardigen dat je inderdaad iets zeker weet? Nou, traditioneel zijn daar in de filosofie twee antwoorden opgekomen. Twee posities die je daarin hebt. Twee groepen filosofen die verdedigen dat je kennis kan hebben. De ene groep is de groep van het van de rationalisten die het rationalisme verdedigen en de ander zijn de empiristen. Nou, laten we eens beginnen met te kijken naar een oude rationalist bij de oude Grieken. En wat ik nu ga vertellen over het rationalisme bij de oude Grieken, bij Plato, dat is niet wat je natuurlijk bij alle rationalisten later in de geschiedenis nog aantreft. Centraal bij alle rationalisten doorheen de geschiedenis is,
Ja, waar komt kennis vandaan? Dat is de centrale bewering. Kennis komt voort uit het goed gebruiken van je verstand, van je ratio. Hè? Vandaar dat het rationalisme heet. En je moet in ieder geval je kennis, eventueel als je zegt van ik heb iets gezien en ik denk nu dit te weten. Weet je, wat je met je zintuigen hebt waargenomen. Je hebt gezien dat de maan rond is en zo groot. Nou, dan moet je dat nog aan je ratio toetsen bijvoorbeeld. Hè? Dus dan heb je pas echte kennis. Dus je hebt altijd het gebruik van je ratio nodig. De ratio is de bron van kennis. Dat is wat alle rationalisten doorheen de geschiedenis beweren. En de meeste rationalisten zullen ook een soort van daaraan gekoppelde beweringen, geassocieerde bewering verdedigen, namelijk dat er ingeboren kennis is. Dat wil dus zeggen dat als je geboren wordt, als je een babytje bent, dat je al kennis hebt. Nou, we zullen zo meteen zien bij Plato dat je als je geboren wordt als babytje alle kennis hebt. En later zullen we bijvoorbeeld in de moderne tijd bij Descartes zien dat er wel ingeboren kennis is, maar niet alle kennis is ingeboren. En daar zie je meteen dat er verschillende typen rationalisten zijn. Vandaag kijken we naar Plato en die verdedigt dus ook zo'n nativisme. Die verdedigt een extreem nativisme. En dat nativisme dat inhoudt dat er ingeboren kennis is. En we zullen later dus zien dat Descartes dat afzwakt. En bij iemand als Karl Popper, die nog later komt, wordt die geassocieerde bewering nog wat zwakker. Oké, laten we naar de eerste rationalist gaan kijken. Dat is Plato. Plato zegt inderdaad, de bron van kennis is de ratio. En hij heeft een voor ons wat vreemde theorie. Want hij zegt eigenlijk, als je geboren wordt, heb je alle kennis al. Nou, dat klinkt heel vreemd, want je hebt hartstikke veel moeten leren. En dus, ja, lijkt Plato toch overduidelijk ongelijk te hebben. Nou, dan moeten we even een stapje terugmaken. En dit is precies waarom we het dus historisch aanpakken. Je hebt allemaal van de Griekse mythologie gehoord. En, of aan de andere mythologieën ook natuurlijk, waarin goden ten tonele gevoerd worden, die ook verklaren waar de wereld vandaan komen en waarom het onweert en weet ik het wat, en waarom het dondert. Dus dan heb je eigenlijk mythologische verklaringen voor wat we nu natuurlijke verschijnselen noemen. Nou, Socrates, die hebben we net gezien, die twijfelt daaraan. Die twijfelt aan het bestaan van Griekse goden. Ja, en als je niet langer meer gelooft dat de Griekse goden voor bijvoorbeeld het onweer zorgen, ja, dan heb je dus ook geen verklaring meer voor onweer. Of voor iets anders. En dan moet je gaan nadenken over, ja, maar hoe zit het dan? En Plato was een grote fan, was een leerling van Socrates. En Plato dacht, Socrates heeft ergens gelijk, want ik geloof ook niet in die oude goden van mijn ouders, van onze voorouders. Maar ik ga ook niet zeggen dat we dus niks weten en dat we dus geen kennis hebben. Dus hij zoekt naar een manier om toch kennis van de wereld te hebben. En dan komt hij met een theorie die voor ons vrij mythologisch aandoet. En dat is natuurlijk ook niet gek. Als jouw voorganger degene was die brak met het mythologisch wereldbeeld, ja, dan kom je dus met een, moet je dus zelf na gaan denken over, nou, hoe zit het dan wel in elkaar? En hij had natuurlijk geen wetenschap, hij had niet de natuurkunde die we nu hebben, de psychologie die we nu hebben, de economie die we nu hebben. Je moet hier denken aan ja, een paar honderd jaar voor Christus in het oude Athene, waarin de meeste mensen nog in de Griekse goden geloven. Nou, Plato gaat dus zelf nadenken over van alles en nog wat, over democratie, over de beste staatsvorm, over hoe je kinderen op moet voeden en ook over wat kennis is en waar die vandaan komt. En of je als je geboren wordt dus alle kennis al hebt. Nou, Plato die zegt, oké, als je geboren wordt, heb je eigenlijk alle kennis. Met andere woorden, als je iets nieuws leert, is dat eigenlijk niet iets nieuws leren, maar is het iets, je iets herinneren. En dat noemt hij anamnesis, dat proces. Je doet dus nooit nieuwe kennis op. En het vreemde voor ons is natuurlijk, ja, maar dat wist ik helemaal niet, dus dit lijkt nieuwe kennis te zijn. Met andere woorden, Plato lijkt ongelijk te hebben. Maar dan moet je goed gaan kijken hoe dat Plato over kennis dacht, waar kennis vandaan kwam, en ook eigenlijk hoe zijn wereldbeeld in elkaar stak. En als je dan ziet dat hij eigenlijk zelf met een nieuw wereldbeeld moet komen, omdat dat mythologisch wereldbeeld, dat dat op de schop moest, dan snap je ook beter waarom hij dit zegt, dat leren feitelijk niets anders dan herinneren is. En dat echt leren dus eigenlijk niet bestaat in iets nieuws
je eigen maken. Leren bestaat dus in die zin eigenlijk niet. Het is je herinneren van iets wat je al wist. Nou, waarom zei hij dat? En Plato, moet je dan weten, die geloofde in reïncarnatie. Nou, laten we daar eens naar gaan kijken. Want hij gelooft ook op een bepaalde manier in reïncarnatie. Want als we nu over reïncarnatie denken, dan zeggen mensen, oh, ik heb een vorig leven gehad. En dan bedoelen ze meestal dat ze een leven in een tijd historisch eerder dan de tijd waarin we nu leven hadden. En dat dat leven, nou, het leven van een ander dierlijk of menselijk wezen was. Hè? Iemand was in zijn vorig leven Napoleon of zo. Hè? Of Christus of nou, misschien een mier. Maar dat was in een tijdstip hiervoor. En je bent en je liep toen op aarde rond. En vervolgens is jouw geest, jouw ziel, je psyche, hoe je het wil noemen, jouw levensenergie, is terechtgekomen in het lichaam dat je nu hebt. En dat is wat een meer moderne theorie over reïncarnatie is. En dat is niet wat Plato bedoelde. Plato bedoelde dat je voordat je geboren werd, voordat jouw ziel geboren werd in het lichaam dat je nu hebt, dat jouw ziel in een andere wereld was. In een wereld van de vormen of van de ideeën. En daar zijn de echte ideeën. Daar is de echte kennis. En toen is jouw ziel, die maakt eigenlijk deel uit van, je zou kunnen zeggen, een soort van hemel. Voordat er christenen waren, Plato leefde natuurlijk voor de christenen. Dus voordat er christenen waren, had Plato eigenlijk een soort concept van een hemel, waar je ziel in thuis hoort. Dat is dus een wereld die anders is dan de wereld die we waarnemen, waar we hier op aarde leven. En zo bedoelt hij eigenlijk dat die reïncarnatie plaatsvindt. De ziel die gaat van de ideeënwereld, wordt geboren in jouw lichaam. En als je sterft, gaat je ziel weer terug naar de ideeënwereld. Nou, wat is die ideeënwereld en hoe zit dat dan? En hoe zit het dan met kennis? Nou, we hebben net al gezien, kennisleer heet ook wel epistemologie, naar het oude Griekse woord episteme. Episteme is echte kennis. En doxa is slechts overtuiging, louter overtuiging, is mening. Dus je kan wel denken dat iets waar is, maar je zegt, ja, ik weet ook niet waarom ik dat weet, dat vind ik gewoon. Dat is mijn opvatting, dat is mijn mening, en ik heb toch ook recht op mijn mening. Nou, dat is een beetje wat Plato bedoelt met doxa, een niet beargumenteerde overtuiging. En episteme is kennis, en daarom kan je laten zien hoe je dat weet. Nou, episteme, zegt Plato, is kennis, hè, dat is het oude woord daarvoor, het oude Grieks woord, episteme is het oude woord voor kennis, van hoe de dingen zijn. Dat is belangrijk om te zien, dat het gaat over kennis van hoe de dingen zijn, hoe de wereld in elkaar zit. En doxa is dus een mening over hoe de dingen zijn. Nou, Plato zegt, kennis is een ware en gerechtvaardigde overtuiging. Dus je denkt iets over de wereld, je hebt een overtuiging, een belief in het Engels. Je hebt een opvatting over de wereld, bijvoorbeeld dat de maan rond is. Nou, die overtuiging kan alleen maar kennis zijn als het waar, als die waar is. Met andere woorden, als de maan daadwerkelijk rond is. En als je ook kan uitleggen hoe dat je weet dat de maan rond is. En je kan natuurlijk ook een ware overtuiging hebben en het gewoon goed gokken. En je kan bijvoorbeeld de overtuiging hebben dat ik één broer heb en niet twee of meer. Nou, hoe weet je dat? Nou, je zegt, ja, dat weet ik niet, heb ik gegokt. Nou ja, dat is wel een ware overtuiging, want ik heb inderdaad één en slechts één broer. Dus die overtuiging, Hans heeft één broer, die is waar. Was die gerechtvaardigd voordat ik je verteld had dat inderdaad zo is? Dan zeg je, nee. Dat was niet gerechtvaardigd, dat was een gok. Het was wel waar, maar ik wist het niet zeker. Dus het was een mening, het was doxa, het was een opvatting. Het was een goede gok. En het is pas kennis als je overtuiging waar is en gerechtvaardigd. Nou, dit is dit is geen eenvoudig concept, het concept van kennis. Je gebruikt het allemaal, je gebruikt het waarschijnlijk ook op deze manier. Dit is een hele traditionele, gaat dus helemaal terug tot Plato, maar een hele traditionele opvatting, een hele klassieke opvatting van wat kennis is, die de meeste mensen tot op de dag van vandaag accepteren. Nou, in een van de vervangingen van de werkgroepen zal ik hier ook nog apart op ingaan en nog wat andere voorbeelden geven en het nog wat duidelijker uitleggen. Oké, nou, Plato zegt dus,
Kennis is kennis, episteme is kennis van hoe de dingen zijn. En daarmee reageert hij op Heraclitus. En dat is wel interessant dat je dat ziet, want ook hier moet je dus eigenlijk zien, als je de historische context begrijpt, dan snap je ook beter waarom Plato zijn gekke theorie heeft. Want Heraclitus zegt, kijk nou eens naar de wereld. Kijk eens naar de wereld. Dan zegt hij, alles verandert daar voortdurend, nietwaar? Alles stroomt, om het in een metafoor te zetten, pantarij, alles stroomt. Hij zegt bijvoorbeeld, je kan niet twee keer in dezelfde rivier stappen. We hebben dat ook bij de cursus bewustzijnsfilosofie gezien. Je kan niet twee keer in dezelfde rivier stappen. Waarom niet? Nou, als je in de rivier stapt en je stapt er weer uit en je stapt er weer in, dan heeft dat tijd gekost om uit die rivier te stappen en nog een keer in te stappen. En in die tijd is daar water door die rivier gestroomd. Dus die rivier is niet precies hetzelfde. Alles stroomt. Maar dat geldt ook voor jouzelf. Jij bent ook een klein beetje veranderd. Je hebt wat gegeten, er is wat in je spijsverteringskanaal, is er in je lijf, in je bloed terechtgekomen. Je bent een klein beetje ouder geworden. Er zijn ook dingen aan jou veranderd. Jij bent ook niet precies dezelfde als een minuut geleden of een maand geleden. En zeker niet als je bent niet dezelfde als die je 10 jaar terug was. Dus alles verandert voortdurend. Alles is in een continue veranderende toestand, in een flux, zoals ze dat zeggen. Alles in de wereld die wij met onze zintuigen waarnemen, is continu in verandering. En dan moet je eigenlijk zeggen, dan is er dus niets. Denk daar even over na, dan is er dus niets. Eigenlijk moet je zeggen, alles wordt. Er zijn allerlei gebeurtenissen in de wereld. Alles is in wording. Alles is in een proces van ontstaan en vergaan. En dat houdt dus in dat er niks gelijk blijft. Niks is er in de zin van zijn, van to be, to on in het Grieks, dat continu hetzelfde is doorheen de tijd. Alles wordt dus eigenlijk. Jij bent een persoon in wording en je bent van een babytje tot hopelijk een oude bejaarde en dan uiteindelijk ga je dood en dat is een proces waarin je nooit hetzelfde bent. Je bent de hele tijd in een proces van verandering. Dat blijft niet gelijk. En als je met zijn, met het werkwoord zijn, met is, dat je, als je daarmee bedoelt dat het onveranderlijk blijft, dan zegt Heraclitus, er is niks. En daarmee gaat Heraclitus weer in, tegen Parmenides. En Parmenides die zei, alles wat echt is, is onveranderlijk. En Plato gaat eigenlijk met Parmenides mee. Die zegt als je kennis wil hebben over hoe de dingen zijn, over hoe de wereld is, dan moet je dus kennis hebben over de onveranderlijke wereld. En Heraclitus heeft gelijk dat als je rondkijkt, je zintuigen gebruikt, wat zie je dan? Dan zie je een continu veranderende wereld. Dus alle opvattingen die wij hebben over die wereld die we waarnemen met onze zintuigen, dat is allemaal maar louter mening. Want dat gaat allemaal, wij denken dat het kennis is, maar het is kennis over de veranderende dingen. Terwijl kennis alleen maar kennis kan zijn van hoe de dingen onveranderlijk zijn. En Plato zegt dan, als je dus je zintuigen gebruikt als bron van kennis, dan kom je niet verder dan die doxa, dan die mening, dan een vermeend geval van kennis. Je denkt dat het kennis is, maar het is helemaal geen kennis. Het is geen episteme. En dan zou je dus moeten zeggen, dat leidt dan dus tot scepticisme. Want dan moet je zeggen, er is geen kennis mogelijk als je via je zintuigen kennis probeert te verwerven. Want dan doe je dus eigenlijk kennis op van een veranderende wereld. En dat is niet echt, dat is de wereld van de schijn. En Plato wilde natuurlijk geen scepticisme. En wat hij dan dus doet, is hij verdubbelt de wereld. En dat legt hij uit met de allegorie van de grot. Maar laat ik het eerst proberen even zo uit te leggen. En Plato zegt dus eigenlijk, je hebt dus de wereld die we waarnemen. De wereld van de verschijnselen. De wereld van de veranderende dingen. Maar als je dus kennis wil hebben van de wereld, hoe dat de wereld is, kan dat dus niet de wereld zijn waar je kennis van kunt verwerven. Want die wereld, die verandert de hele tijd. Dus wat je zoekt, er moet dus een wereld zijn waar alles de hele tijd hetzelfde is. Onveranderlijk. En dat is de wereld van de ideeën of de wereld van de vormen.
En dat is dus de wereld waar jouw ziel eigenlijk thuis hoort en al geweest is. En dat is de echte wereld. En de ideeën zijn onveranderlijk. Dus wij hebben hier stoelen in de wereld die we waarnemen met onze zintuigen. En die stoelen, ja, die zijn ooit gemaakt en die gaan ook weer kapot. Dus die blijven nooit hetzelfde. Dus de stoel is niet. Hè. De stoel is eigenlijk al, zo gauw die gemaakt is, gaat die alweer langzaamaan kapot, zou je kunnen zeggen. Die is in een proces van verandering. De stoel wordt uiteindelijk weer iets anders. De stoel blijft niet door alle tijden en altijd een eeuw heen hetzelfde. Maar de idee-stoel, daar gebruiken filosofen in het Nederlands dan de idee voor. De idee, die is onveranderlijk. De idee, het concept zouden wij zeggen. En wij denken natuurlijk dat concepten in ons hoofd zitten. Begrippen, noties zitten in ons hoofd. Maar Plato zegt nee, dat concept, de idee, stoel en tafel en wat is het? Person, man, woman, camera, tv, wat was het? Die dingen, die zitten allemaal als onveranderlijke dingen in de echte wereld, de onveranderlijke wereld, de ideeën van, of de wereld van de ideeën, de wereld van de vormen. Nou, en de wereld zoals we die hier kennen, is daar een soort schaduwwereld van, een afspiegeling, maar dat is dus niet de echte wereld. Een schaduw van een stoel is niet de echte stoel. Dus de stoelen die wij hier kennen, zijn een soort schaduwen van de idee stoel. En Plato legt dat dus uit met de allegorie van de grot. Hij zegt, stel je nu voor, er zit een groep mensen in een grot, en die kijken naar de wand voor hen, en ze zien op die wand, zien ze schaduwen. Dat komt namelijk achter hen in zijn groot vuur, maar dat kunnen ze niet zien en ze kunnen niet omdraaien. Het zijn gevangenen in een grot. Ze zitten geketend tegen de muur van tegen de ene wand en ze zien de andere wand. Maar boven hen is een groot vuur en er is ook nog een weggetje en daar lopen mensen voorbij en die houden een stoel ervoor. Hè, tussen het vuur en de muur. En dan zien ze dus, via de schaduw, zien ze dus de schaduw van de stoel op de muur tegenover hen. En dat houdt dus in dat die mensen dan denken, omdat ze nooit de echte stoel achter zich gezien hebben, zien ze voor hen, zien ze de schaduw en ze denken dat dat de echte stoel is. En ze gebruiken hun zintuigen. Dan denk je, ja, wat ik zie, dat is echt. En Plato probeert op die manier te laten zien dat je zintuigen niet echte kennis opleveren. Wij zitten eigenlijk ook in zo'n situatie. Onze ziel zit gevangen in ons lichaam. En wij denken dat we met onze zintuigen kennis opdoen over de echte wereld, maar dat is niet zo. Dus je moet niet met je zintuigen kennis opdoen, maar met je verstand. En dus die ideeën, zegt Plato, die bestaan dus onafhankelijk van ons, los van ons in de ideeënwereld. Onze ziel is daar geweest, heeft alle ideeën aanschouwd, heeft dus eigenlijk alle echte kennis, heeft alle kennis van de echte onveranderlijke dingen die daar echt zijn. En zijn in de betekenis van onveranderlijk zijn, hetzelfde blijven. Maar ja, onze ziel is geboren in ons lichaam. En bij die geboorte, en wij zouden nu zeggen, die was zo traumatisch dat we alles vergeten zijn. Maar het zit eigenlijk nog wel in onze ziel. En niet door onze zintuigen te gebruiken doen we kennis op, want dan doe je dus kennis op over die veranderende wereld. En dan kom je met doxa op de proppen en dan kom je uiteindelijk alleen met meningen te zitten. Wat je wil, is echte kennis. En echte kennis is kennis van de ideeën. En die krijg je dus niet door je zintuigen te gebruiken, maar door je verstand goed te gebruiken. En die moet je je dus herinneren, die ideeën. En dan herinner je de idee stoel. En op het moment dat je dat doet, dan heb je kennis verworven. Dat is het proces van anamnesis. Leren is eigenlijk herinneren. Dan heb je kennis verworven. En dan zie je dus, Plato meent dus inderdaad dat je geboren wordt met alle kennis. Dat nativisme, die geassocieerde bewering van het rationalisme. Dat nativisme zegt, je wordt geboren met alle kennis. Dat komt, je hebt als ziel alle ideeën aanschouwd. Je hebt daar dus de kennis van. Dan word je geboren. En dan ben je dat als het ware vergeten, maar je kan het nog wel herinneren. Maar daar moet je wel moeite voor doen. Daar moet je je verstand voor gebruiken. Dus je ziet ook, je ratio, dus je ziet ook dat hij een rationalist is. Dus hij is een extreme rationalist. Enkel en alleen door het gebruik van de ratio kun je kennis verwerven, omdat die kennis is van de ideeën. Ja, en die kan je niet met je zintuigen waarnemen. Dat kan echt alleen maar met je verstand. Dus hij is een echte rationalist.
En dat nativisme van hem is de meest sterke vorm die je kan hebben, namelijk alle kennis die nog mogelijk is, is ingeboren. Nou, dan moeten we natuurlijk nog wel een keertje kijken naar hoe Plato die kennisverwerving dan ziet. Hoe zit dat leren is herinneren dan in elkaar? Hoe werkt dat? Nou, dan moet je weten dat Plato dus een leerling van Socrates was. Nou, Socrates heeft nooit iets opgeschreven, in ieder geval niet dat we weten. Er is niks van bewaard gebleven als dat zo is. Maar Plato heeft heel veel geschreven en er is heel veel van over. En Plato schreef in dialoogvorm. En je kan het werk van Plato opvoeren als een toneelstuk. En die dialogen, zoals die dan heten, daarvan is meestal Socrates de hoofdpersoon. En dus daarmee eert Plato zijn grote leermeester. Socrates, die wordt van alles, die stelt mensen van allerlei vragen, of die heeft een theorie die hij uitlegt. En hij is dus in debat met iemand, is een dialoog. In dit geval gaat het om Meno. En Meno is een landeigenaar, is ook een slaveneigenaar. En Plato, dat wil zeggen, Plato laat Socrates het uitleggen, maar het is dus Plato zijn idee. Plato wil dus uitleggen dat leren eigenlijk herinneren is en dat iedereen dat kan. He, ook een slaaf die op het land van Meno werkt, die geen opleiding heeft gehad. Nou, Meno gelooft dat niet en wil dan wel eens weten hoe dat in elkaar zit. En zegt, ja, geldt dat dan ook voor zoiets ingewikkelds als we hebben wat wij wiskunde zouden noemen? En dan zegt Socrates, Plato dus, zegt Socrates, ja, dat klopt. Nou, en dan roept Meno, ze zitten ergens onder een plataan of iets dergelijks, Meno roept een van zijn slaven erbij. En zegt dan tegen Socrates, laat het maar zien. En je snapt, dit is een dialoog die Plato heeft opgeschreven, dus dit gaat goed. Ja, Plato heeft het bedacht, heeft het verzonnen. Dit is niet een rapport van hoe dat Socrates dit deed. Nou, wat doet Socrates? Die tekent een vierkant in het zand. Ja, A, B, C, D. En hij vraagt dan aan de slaaf, oké, hier heb je een vierkant in het zand. Kan jij mij nou vertellen wat ik moet doen om een vierkant te maken dat qua oppervlakte twee keer zo groot is? Nou, die slaaf zegt, ja, dat weet ik wel, dat is niet zo moeilijk. En dan moet je elk van de twee zijden pakken, bijvoorbeeld AB en AD. En die moet je twee keer zo groot maken, die moet je doortrekken. En van AB trek je nog één keer door, net zolang als het lijnstuk AB is, en dat doe je met AD ook, en dan maak je daar weer een vierkant van. En dan krijg je dit figuur, en dan kun je vier vierkanten kan je dan vervolgens tekenen, dus Socrates doet dat. En dan heb je één groot vierkant, AE, wat is het, GI, en dat is twee keer zo groot, zegt de slaaf. En dan zeg je, kijk nou eens goed, hoeveel vierkanten zijn dit? Hoeveel van de originele vierkanten zijn dit? Ja, dat zijn er vier. Ja, hoeveel groter is het oppervlak dan? Ja, dat is vier keer zo groot. En dan doet Socrates het volgende. Die tekent de diagonale van de vier vierkanten met een stok in het zand. En dan zegt hij, kijk nou eens naar het vierkant BFHD. Is dat niet het vierkant dat qua oppervlakte twee keer zo groot is als het vierkant ABCD? En wat je dan kan zien is, als je naar BCD kijkt, de driehoek, die is natuurlijk de helft van het originele vierkant. En de vier driehoeken, de vier helften die samen het vierkant BFHD maken, ja, dat vierkant is natuurlijk dan twee keer zo groot als het originele vierkant. Dus inderdaad, dat klopt. Je kan dat ook wel inzien. En dan zegt de slaaf bij Zeus Socrates, je hebt gelijk. Ik zie het nu in met mijn verstand. Ik heb het zelf ingezien. En Meno zegt, nou Socrates, dat heb je goed uitgelegd. Inderdaad, als je maar gewoon zelf gaat nadenken en je verstand goed gebruikt, herinner je je allerlei ideeën, ook zelfs de wiskundige ideeën. En zonder dat je daar een opleiding in hebt gehad. Nou, dit is natuurlijk volkomen onacceptabel als voorbeeld van hoe dat je je eigen verstand goed moet gebruiken. Want zeker die laatste stap, waarin Socrates die vier
lijnstukken tekent, waardoor je dus al die vierkanten in twee driehoeken verdeelt. Ja, dat wordt dus voor de slaaf van Meno gedaan en dat wordt hem dus eigenlijk gewoon verteld. Hij kan het zien met zijn zintuigen ook, hij kan het horen, hoe dat Socrates het uitlegt. Wordt hem eigenlijk gewoon verteld hoe dat hij het originele oppervlak moet verdubbelen. En dus dit is onacceptabel. Hij legt de slaaf van Meno woorden in de mond. En nou ja, wij zouden dus nu zeggen, ja, dit is niet het beste voorbeeld. Dit is niet overtuigend. Maar het gaat erom dat je ziet hoe Plato erover dacht. Dat je snapt dat hij brak met het mythologisch beeld van zijn voorouders. Dat eigenlijk Socrates dat voor hem gedaan had. Maar dat Socrates niet verder kwam dan scepticisme. Dat Plato wil zeggen, kennis is wel degelijk mogelijk. Dat hij in het debat met Parmenides en Heraclitus ziet dat echte kennis, dat meent hij dat het echt zo is, dat echte kennis, kennis is van hoe de dingen zijn. En dan moet er dus een wereld zijn waar de dingen onveranderlijk zijn. Want hier op aarde verandert alles. En dus moet kennis, kennis van de ideeënwereld zijn. Die moet je je dan kunnen herinneren. Dan moet je je verstand daar dus voor gebruiken. Ja, en dat is heel vreemd, want die hele ideeënwereld doet voor ons natuurlijk ook hartstikke mythologisch aan. Het zijn geen Griekse goden, maar het is wel een vreemde wereld. Een wereld die niet de wereld is zoals wij die waarnemen. Nou, dit rationalisme is dus wel te begrijpen als je het in een historische context plaatst, maar het is zeer extreem. Zeker dat nativisme, het idee dat alle kennis ingeboren is bij Plato, is heel extreem. En we zullen in een later college Descartes zien, een moderne rationalist, die gelooft ook wel dat kennis voortkomt uit het gebruiken van je verstand, het goed gebruiken van je verstand, gelooft ook wel dat er ingeboren ideeën zijn, maar die zal niet zeggen dat alle ideeën ingeboren zijn. En dat is een groot verschil. Dus als ik op het tentamen een vraag stel over rationalisme in het algemeen, gaat dan niet de theorie van Plato uitleggen. Ik zie dat nog wel eens gebeuren, nog wel eens dat dat fout gaat. Dus doe dat dan niet. Leg het dan inderdaad heel algemeen uit. En want Descartes gelooft zeker niet in de ideeënwereld van Plato. De tweede positie, de tweede groep filosofen, die ingaat tegen dat scepticisme, is de groep van de empiristen, die het empirisme verdedigen. Ze zijn het dus met de rationalisten eens dat er echte kennis mogelijk is. Dat er ware en gerechtvaardigde overtuigingen mogelijk zijn. Dus daarmee argumenteren ze tegen de sceptici, maar ze zijn het er niet mee eens dat die kennis te verwerven valt door het goed gebruik van je ratio. Natuurlijk moet je altijd je verstand wel goed gebruiken, maar het is niet de bron van kennis. De ratio, de reden, het verstand is niet de bron van kennis. Dat is de ervaring die je opdoet via de zintuiglijke waarneming. Je kijkt naar de wereld, je ziet de blauwe lucht, je hebt de ervaring van blauw en dat levert jouw kennis over de wereld op. Dit is dus eigenlijk een hele common sense opvatting. Bij Plato hebben we net gezien, dat is een hele vreemde opvatting. We kunnen hem wel begrijpen als we hem in de historische context plaatsen van het opnieuw bedenken hoe dat de wereld in elkaar zit en waar kennis vandaan komt en als je met het mythologisch wereldbeeld van de Grieken breekt. Maar het is verre van common sense. Bij Aristoteles, die we nu gaan bekijken, bij het empirisme, dat is over het algemeen sowieso dat empirisme, is een hele common sense opvatting over waar kennis vandaan komt. Als je wilt weten hoe de wereld in elkaar zit, moet je je zintuigen gebruiken, moet je kijken, moet je ruiken, moet je proeven, moet je luisteren. Nou, dat is eigenlijk wat de empirist zegt. En dat houdt meteen in dat ze hier ook, dat zij ook een geassocieerde bewering hebben. En dat is de geassocieerde bewering dat ja, inderdaad er alleen maar kennis uit de ervaring afkomstig is. En dan zijn er dus geen ingeboren ideeën. Dus als je kennis opdoet via de ervaring, en dat is de centrale claim, dus eigenlijk uit de observatie, uit de perceptie, uit het gebruiken van je zintuig, daar komt kennis uit voort. In het Grieks is dat empeira, in het Latijn experientia, experienta. Dan zie je, ja, experience, daar zie je dan, oké, kennis komt alleen voort uit de ervaring die je hebt als je je zintuigen gebruikt. Ja, en als dat de claim is, ja, dan word je dus zonder kennis geboren. Dus de geassocieerde bewering is dat kennis
niet ingeboren kan zijn. Dat is dus duidelijk ook een reactie op dat nativisme, in dit geval van Plato, wat we net, als we het bij de oude Grieken hebben. Maar we zullen dat later ook zien, dat een moderne empirist als John Locke ook tegen het nativisme van een moderne rationalist als Descartes ingaat. Dus die geassocieerde bewering, die vind je inderdaad bij de empiristen terug. Nou, let op eventjes, hè, dat empiristisch en empirisch, hè, zijn we wel dezelfde achtergrond, maar die betekenen niet hetzelfde. Er is dus een verschil tussen empiristisch, in het Engels is dat empiricist, ook als je het boek leest, is het wel belangrijk dat je dat ziet, en empirisch, en dat is empirical in het Engels. Ja, empiristisch verwijst naar het empirisme, hè, wat we dus nu bespreken in deze cursus. Dat is de opvatting die zegt dat kennis voortkomt uit de zintuiglijke waarneming en de ervaringen die je dan opdoet. En dat staat dan tegenover het rationalisme, dus empiristisch staat tegenover rationalistisch. En empirisch verwijst naar het gebruiken van de wetenschappelijke methode, waarbij je onderzoek doet, waarbij je experimenten doet, waar je observaties doet. En dan krijg je daar toch bewijsmateriaal en dan ga je weer conclusies trekken. Dus dan heb je, als je empirisch bewijsmateriaal hebt, dan heb je dus bewijsmateriaal voor een theorie dat je verkregen hebt door observatie en door experimenten. En experimenten ga je natuurlijk ook observeren. Dan heb je dus empirisch bewijsmateriaal gevonden. En dan heb je dus ondersteuning voor je theorie of je hypothese. En dan staat empirisch dus tegenover hypothetisch in de zin van ik heb een idee, maar ik heb er helemaal geen evidentie voor. Hè? Dus louter theoretisch. Niet ondersteund door enige empirische, door experiment en observatie verworven data. Dus hou dat in de gaten, dat die twee woorden iets verschillends betekenen, hoewel ze natuurlijk dezelfde achtergrond hebben en op elkaar lijken. Nou, dit brengt me meteen bij een tentamentip. Ik zal ook af en toe zo'n memo-stickertje erop pakken met een tentamentip. Maak een lijstje met het jargon van deze cursus. Zorg dat je opschrijft dat nativisme, dat is een nieuw woord. En dat je weet wat dat betekent. Dat je daar een uitleg van kan geven. Op het tentamen moet je het jargon ook correct kunnen spellen. Dus zorg dat ook dat je dat weet. Nou, leer al die dingen uit je hoofd. De toets gaat natuurlijk niet over wat je allemaal uit je hoofd kan leren. Het gaat ook over inzicht en over vaardigheden. Maar je zult kennis moeten hebben en niet alleen vaardigheden. Je moet kennis hebben. De toets die we aan het einde van de cursus zullen doen, het tentamen, bestaat natuurlijk voor een deel gewoon uit de toetsen. Heb je geleerd? Heb je de kennis? Nou, zorg dat je al het jargon uit je hoofd leert, dat je daar een definitie of een beschrijving bij hebt, die paraat is, zodat je die in open vraag kunt opschrijven. Maar ook, zodat je op een kladpapiertje, als je een meerkeuzevraag leest, hè, leg dan nog even je handen op de vier antwoorden, de mogelijkheden die er dan zijn, of scroll nog niet zo ver door, dat je dat ziet, beantwoord eerst een meerkeuzevraag voor jezelf op kladpapier. En als ik dus vraag wat nativisme is, schrijf op een kladpapiertje wat het is. Dan heb je daar het idee van, nou, ik denk dat het dat is. En als dat dan bij een van de vier antwoorden staat, nou, dan heb je grote kans dat dat goed is. En als je dat niet doet, ga je misschien twijfelen. Dat is een tip om te denken van, nou, dit is volgens mij het goede antwoord. En als er dat bij staat, dan is dat wellicht ook het geval. Dus probeer op die manier ook dat jargon te gebruiken, zelfs bij meer keuze vragen. Goed, laten we teruggaan naar dat empirisme. De eerste empirist die we moeten bespreken, of iemand die in ieder geval altijd als empirist bij de oude Grieken gepresenteerd wordt, dat is Aristoteles. En net als dat Plato een leerling van Socrates was, was Aristoteles een leerling van Plato. Maar hij was een hele kritische leerling. Hij was een hele kritische student. Want hij zei, ja Plato, ik snap dat jij met een nieuwe theorie komt over wat kennis is, waar kennis vandaan komt, hoe dat verwerven, hoe dat de wereld in elkaar zit, wat het beste politieke systeem is. Nou, daar heeft hij ook allemaal over nagedacht. Aristoteles doet dat ook en die zegt, ja, die twee wereldentheorie die jij hebt, de wereld van de ideeën en de wereld van de verschijnselen, dat accepteer ik niet. Ik geloof niet dat er die wereld van de ideeën is. Die is er niet. Er is alleen maar de wereld die we met de zintuigen waarnemen, waarin alles dus continu verandert. Ja, die nemen we met de zintuigen waar. En door
die wereld waar te nemen. Met onze zintuigen doen we ervaringen op. Dus door die observatie verwerf ik kennis. En als mens word je dus als tabula rasa geboren. Dat is een metafoor. De Grieken schreven onder andere op wastafeltjes. De tabula komt daar vandaan, tafel. En rasa betekent dat er niets op staat. Je bent een blanco wastafel. Er is nog niks met een pennetje ingekerfd in die was. Er is nog niks opgeschreven. Je bent, later zullen we zien dat John Locke het zegt, je wordt geboren als een blanco vel papier, een onbeschreven vel papier. Nou, dit is eigenlijk dezelfde metafoor. In jouw geest zit nog geen kennis op het moment dat je geboren wordt. Dat is duidelijk een afwijzing van het nativisme van Plato, het nativisme van de rationalisten. Nou, Aristoteles, die liep als die college gaf. Hij liep door een galerij. Die galerij, daar kon je ook wandelen. En het Grieks voor wandelen is peripateo. De Griekse woorden voor die wandelgalerij, die lijken daar ook op. Dus Thomas van Aquino, als die later Aristoteles leest en beschrijft en zegt wat hij zei, die noemt het empiristische principe van Aristoteles dan het peripatetische principe, het principe van de wandelaar, van de wandelaars of van het gebouw waar gewandeld werd. En dat is, niets is in het intellect, niets is in je verstand, in je ratio, in je mind, in je geest, in je psyche, dat zich niet eerst in de zintuigen bevond. Nou, dat is duidelijk een formulering van het empiristisch principe. Kennis komt voort door het goede gebruik van je zintuigen, door je zintuigen te gebruiken. En dan komt dat in je verstand, dan komt dat in je psyche, in je noest, zou Aristoteles zeggen, terecht. Nou, je ziet, Thomas van Aquino is degene die dat empiristische principe formuleert, niet Aristoteles zelf. Daar kom ik zo meteen nog op terug. Want je kan je afvragen of dat Aquino's interpretatie van Aristoteles wel correct is. En daarmee de klassificatie van Aristoteles als empirist. Nou, het is wel duidelijk dat Aristoteles zegt dat de zintuiglijke waarneming, echt de observatie, dat is de belangrijkste bron van kennis. Zo moet je kennis opdoen over de wereld. En in die zin kan je hem een empirist noemen. Hij gaat niet zeggen, ja, je moet met je ogen dicht gaan zitten en heel goed nadenken, want dat is natuurlijk eigenlijk wat Plato zegt. Plato zegt, ja, kijken naar de wereld, dat heeft helemaal geen zin. Je moet je ogen dicht gewoon in je verstand gebruiken. En dan kun je je de ideeën herinneren. En Aristoteles, die wijst dat af. Die zegt, nee, je moet je ogen open doen. Je moet observeren en alleen dan kan je kennis verwerven. Maar dat wil niet zeggen dat er geen rationalistische elementen in het werk van Aristoteles zitten, waardoor de klassificatie van Aristoteles als een echte empirist eigenlijk niet terecht is. Nou, laten we daar eens naar gaan kijken. Laten we even teruggaan naar Plato. Plato zegt dus, in de ideeënwereld is er een algemeen begrip, de stoel. De idee stoel is daar. En alle stoelen die wij hier waarnemen, zijn daar een soort schaduw, zijn daar afspiegelingen van. Maar dat zijn eigenlijk niet de echte stoelen. Er is maar één echte stoel en dat is de idee stoel. Je kan alleen maar van dat idee echte kennis hebben. En dat levert hem natuurlijk, als je dat gelooft, dan heb je natuurlijk meteen een verklaring hoe het komt dat wij in staat zijn om alle individuele stoelen te klassificeren als stoel. Want je hebt een algemeen begrip, de idee stoel, en dat is van toepassing op al die stoelen hier. Maar Aristoteles verwerpt dat idee van die twee werelden. Die zegt, er is maar één wereld, dat is de wereld die we waarnemen. En daar neem ik natuurlijk geen algemene begrippen waar. En er bestaat ook niet zoiets als de idee-stoel in een abstracte wereld, in de wereld van de ideeën of de vormen. Dus hoe kom ik nou, Aristoteles, aan een algemeen begrip stoel? Hoe kom ik aan het concept stoel? En Aristoteles wist natuurlijk helemaal niks van het brein. We kunnen nu natuurlijk allerlei dingen
onderzoeken in scanners en weet ik het wat. Maar Aristoteles moest nadenken over, ik zie een stoel, ik zie nog een stoel, ik zie nog een stoel, ik zie nog een stoel. En op de een of andere manier kom ik aan het concept, het begrip, het idee stoel. En dat is van toepassing ook op andere stoelen die ik nog niet gezien heb. Hoe krijg ik dat abstracte begrip stoel? Hey, want je ziet dus niet een algemeen begrip. Hè? Dat heb je nog nooit gezien. Nee, daar een algemeen begrip. Nee, je ziet daar een individuele stoel. Nou, hoe ziet hij dat? Hoe ziet hij dat verwerven van algemene begrippen? Hij gaat als empirist gebruik maken van inductie. En dat moet eigenlijk ook. Je gaat van individuele gevallen naar algemene gevallen. Je gaat van individuele stoelen die je gezien hebt naar het algemene begrip stoel. Die procedure, dat heet inductie, die redenering, en Aristoteles noemt dat epagoge. En dat is makkelijker te zien bij algemene uitspraken dan bij algemene begrippen, maar in principe geldt het voor het algemene begrip stoel, geldt hetzelfde als voor zoiets als alle mensen zijn sterfelijk. Hè. Dat is ook zo'n concept dat je hebt bij mensen, alle mensen zijn sterfelijk. Maar daar is het wat gemakkelijker uit te leggen. Hoe kom ik nou aan dat concept, dat idee dat alle mensen sterfelijk zijn? Want ja, wat neem je waar? Niet een algemeen idee. Je neemt individuele mensen waar. Ja, en helaas gaan die dood. Dus ja, wat je kan waarnemen is dat tot nu toe van alle mensen die jij gezien hebt, heb je gehoord dat er heel veel dood zijn gegaan, hè, je voorouders en zo. En heb je met je zintuigen gezien misschien dat een aantal mensen daadwerkelijk is overleden. Dus je kan eigenlijk alleen maar van concrete individuen vaststellen dat ze sterfelijk zijn. Hoe ga je dat nou doen? Om vast te stellen dat alle mensen sterfelijk zijn. Hoe kom je nou aan dat begrip? Dat algemene begrip. En ja, je moet inductie gebruiken. En inductie is ja, op basis van een aantal, maar niet alle, waarnemingen waarin A, B is, een raaf zwart is, of op A, B volgt, hè, dus op het loslaten van een steen volgt dat hij naar beneden valt, concluderen dat A altijd B is, dat alle raven zwart zijn, dat alle stenen die je vasthoudt en loslaat, dat die naar beneden vallen. Dat alle mensen sterfelijk zijn. En dat is de conclusie, je generaliseert, dat is wat inductie is. Inductie is heel belangrijk voor de kennisleer, voor de wetenschapsfilosofie. Er zijn nog andere manieren van redeneren, deductief redeneren, abductief redeneren. Ook dat zullen we nog allemaal apart nog een keer bekijken. Inductie komt ook nog in latere hoorcolleges terug hoor. Maar inductie, deductie, abductie wordt ook nog apart en op een andere manier uitgelegd in een van de kennisclipjes die de werkgroepen vervangen tijdens deze coronacrisis. Goed, dus dit is wat inductie in het algemeen is. Je hebt een aantal gevallen gezien waarin A, B is of op A, B volgt. En dan generaliseer je en dan zeg je, oh, dan zal het wel altijd het geval zijn. En dat is eigenlijk wat je doet. Nou, daar is natuurlijk een probleem mee. Want hoe weet je nu dat alle mensen sterfelijk zijn? Dus hier heb je ook een aantal, maar niet alle gevallen gezien waar iemand een mens was en sterfelijk was. En je hebt een aantal mensen zien sterven, maar niet iedereen heb je zien sterven. En toch zeg je, ja, ik weet toch wel dat iedereen sterfelijk is. Alle mensen zijn sterfelijk. Aristoteles zegt dat hij dat weet. Nou, hoe weet je dat? Nou, tot nu toe heb je vastgesteld dat, zeg, 10 mensen sterfelijk waren. Mag je dan zomaar zeggen dat alle mensen sterfelijk zijn? Als empirist zijn, als je zegt, waar komt mijn kennis vandaan? Nou, uit mijn zintuiglijke waarneming. Ja, dan weet je, dit soort algemene zinnen, algemene uitspraken, daarvan weet je alleen dat die waar zijn, als je alle individuele gevallen inderdaad gezien hebt. Want de laatste mens kan zomaar eens niet sterfelijk zijn. En je hebt, ik weet niet hoeveel onderzocht, nou, die laatste mens zal je dan zelf zijn. Ja, hoe ga je van jezelf vaststellen dat je sterfelijk bent? Nou, dat lijkt me niet zo'n goed experiment om dat te gaan doen. Maar ook van alle raven zijn zwart. Hoe ga je dat doen? Hè? Je hebt een raaf gezien. Je bent je hele leven bezig met raven bekijken. Die blijken allemaal zwart te zijn. Maar misschien is er ergens één raaf die je gemist hebt die niet zwart is. Dus kan je dan
zeggen. Dat je weet dat je gerechtvaardigd bent in het beweren dat alle raven zwart zijn, dat alle mensen sterfelijk zijn. Nee, dat kan je eigenlijk niet zeggen. Je weet niet dat dat noodzakelijk waar. Als je denkt van wel, Aristoteles zegt ja, dat denk ik. Maar op basis van enkel zintuiglijke waarneming kan je alleen maar zeggen van individuele gevallen dat je het weet. Ik zeg van ja, ik heb die persoon zien sterven. Ik heb Socrates zien sterven. Die dronk de gifbeker en toen viel die dood neer. Dat hebben we gezien. Van Socrates weet ik het. Socrates was sterfelijk. Maar ja, meer weet je eigenlijk niet. Je weet alleen maar zeker dat die mensen die gestorven zijn, dat die sterfelijk waren. Maar de mensen die nog leven, daarvan weet je het niet. En zeker niet van de mensen die nog geboren moeten worden. En de mensen die geboren gaan worden als je zelf al dood bent. Dat kan je eigenlijk helemaal niet vaststellen. Dat geldt ook voor alle raven zijn zwart. Hoe ga je dat vaststellen dat alle raven in de toekomst, als jij er zelf niet meer bent, dat die zwart zijn? Dat kan je niet doen. Dus op basis van je zintuigen kan je niet concluderen dat alle mensen sterfelijk zijn. En toch zegt Aristoteles, ik weet dat zeker. Nou, en zijn oplossing is om te zeggen, ja wacht even, maar ik heb hier nog iets anders. Ik heb eigenlijk inzicht. Hè? Intuïtieve inductie noemt hij dat. Het is inductie, het is veralgemeniseren. Ik heb gezegd, ik heb gezien dat er 10 mensen sterfelijk waren. Ik concludeer dat alle mensen sterfelijk zijn. Heb ik dat met mijn zintuigen waargenomen? Nee. Kan ik dat dus rechtvaardigen door een beroep te doen op mijn zintuigen? Nee. Ik moet dat dus rechtvaardigen door te zeggen, ja, dat zie ik met mijn ratio, met mijn verstand in. Intuïtief. Nee, maar de intuïtie is iets geestelijks. Is iets van je ratio, van je geest, van je noes, zegt Aristoteles. Dus ik zie in dat het noodzakelijk waar moet zijn. En ja, dan ben je dus voorbij het empirisme. Dan heb je een rationalistisch element in je epistemologie. Dan zeg je inderdaad, ik heb gezien dat deze mensen sterfelijk zijn. Ik gebruik inductie om de stelling, de conclusie te trekken dat alle mensen sterfelijk zijn. En vervolgens zie ik met mijn noes, met mijn verstand in, dat dat inderdaad waar moet zijn. En dan moet je zeggen, dat is geen echt empirisme meer. Maar let dan op dat het Aquino was, die zei dat Aristoteles een empirist was. En in de geschiedenis wordt hij nog steeds gepresenteerd natuurlijk als iemand die tegen Plato ingaan ging en wel een empirisme verdedigde, of in ieder geval verdedigde dat je, als je kennis wilde hebben over de wereld, dat je dan je zintuigen moet gebruiken, maar het is geen zuiver empirisme. Er zit een rationalistisch element in zijn epistemologie. Wat verder nog wel interessant is, als we later naar Bacon gaan kijken, is dat ja, Aristoteles was eigenlijk vooral geïnteresseerd in deductief redeneren, in redeneren vanuit een stelling, een algemene stelling die waar was. Dus je moet beginnen met een algemene bewering en dan doe je een voorspelling over de volgende mens. He, als je zegt alle mensen zijn sterfelijk, nou wat is dan de volgende mens? Nou die zal sterfelijk zijn. Dus als hij eenmaal via zijn intuïtieve inductie een algemene bewering had opgesteld, dan ging je er eigenlijk vanuit dat die waar was. Dus eigenlijk, gegeven deze cursus, moet je zeggen, dan was Aristoteles geen kritisch denker meer naar zijn eigen opvattingen. En daar zullen we natuurlijk in de rest van de cursus ook nog veel over hebben. Je eigen opvattingen kritisch bevragen, dat is heel erg moeilijk. Nou, Aristoteles, als hij eenmaal de conclusie had getrokken, ik weet nu via mijn intuïtieve inductie dat deze algemene bewering waar is, alle mensen zijn sterfelijk, dan trok hij dat verder niet meer in twijfel. He, dan ging hij ervan uit dat het waar was. Nou, daar zullen we later op terugkomen als we Francis Bacon kritiek op Aristoteles bekijken. Die kritiek van Bacon bekijken we dus in het volgende college, daar beginnen we dan ook mee. Bacon is geboren in 1561, dus we slaan eigenlijk zo'n beetje de hele middeleeuwen over en daar is een reden voor. En de reden is dat Aristoteles zeker in de late middeleeuwen een belangrijke rol speelde. Je kon eigenlijk Aristoteles zijn opvattingen niet betwijfelen. En dat hield de vooruitgang tegen. Ik ga niet zeggen dat er niks gebeurd is in de middeleeuwen. Maar wat je, en als we een historisch overzicht geven in 8 colleges, dan moet je zeggen, nou dan is er in de middeleeuwen niet genoeg gebeurd om te rechtvaardigen daar een college aan te besteden.
En hoe zit dat nou? Dat zit hem in de rol van Aristoteles in die middeleeuwen. In de middeleeuwen had de katholieke kerk heel erg veel macht. Daar kon je niet tegen ingaan, dan kreeg je de inquisitie op je dak en dan legde je het loontje. Dat was dat risico, liep je. Nou, wat was nou het geval? Waar komt kennis vandaan? Nou, wat zal iemand van de kerk in die tijd, de christelijke kerk in die tijd gezegd hebben? Nou, als je wil weten hoe de wereld in elkaar zit, als je wil weten waar de wereld vandaan komt en dat soort zaken, dan moet je de Bijbel lezen, want daar staat het in. Of moet je eigenlijk naar de priester luisteren die vertelt wat, jou vertelt wat er in de Bijbel staat. Dus dan kan je naar de Bijbel kijken. Nou was het zo dat zij natuurlijk ook die oude Grieken gelezen hadden. En ze vonden in Aristoteles vonden ze iemand die, waarvan ze zeiden, nou, die heeft zijn verstand, zijn door God gegeven verstand. Hè, ondanks dat hij natuurlijk een heiden was, want Christus is natuurlijk geboren na Aristoteles. Dus het christendom komt na Aristoteles. En Aristoteles kon dus geen christen zijn, maar die had potverdorie zijn verstand wel goed gebruikt. Hoor, het verstand dat hij van God gekregen had. En wat men gedaan had, was men had de Bijbel, dus de inhoud van de Bijbel en de inhoud van het werk van Aristoteles met elkaar in overeenstemming gebracht. Zodat ze zeiden, ja, wat Aristoteles met zijn verstand bedacht had, dat staat eigenlijk allemaal in de Bijbel. Of in ieder geval, die dingen zijn compatibel en wat Aristoteles zegt staat in de Bijbel en andersom. Die dingen zijn hetzelfde. Dus dan zijn er twee wegen naar de waarheid. Je leest of de Bijbel of je leest Aristoteles. Ondanks dat dat dus een heide was. En die had het wel goed begrepen. Ja, Thomas van Aquino, die hebben we net al eerder gezien, die dat empiristisch principe van Aristoteles formuleerde, die heeft heel veel werk verricht om zo'n beetje alles wat Aristoteles zegt te koppelen aan dingen die in de Bijbel staan. En in die tijd werd Aristoteles de filosoof genoemd. En dat hield dus, en er waren natuurlijk meer filosofen, maar als je het over de filosoof had, wist iedereen, oh, je had het over Aristoteles. Aristoteles, dat was de filosoof. En je hoefde hem niet meer bij naam te noemen. Je kon dus gewoon zeggen, de filosoof zegt. En dan wist iedereen dat het om Aristoteles ging. Ja, waar gaat het dan bijvoorbeeld? Laat ik een voorbeeld geven over hoe die koppeling van Aristoteles met de Bijbel tot stand kwam. Hoe dat dan werkt. En nou ja, daar had Thomas van Aquino heeft er heel veel over geschreven. Dus dit is een voorbeeld. Aristoteles had een theorie over stof en vorm. En stof, dat kan je heel kort zijn, maar stof, dat is materie. En neem gewoon een stuk marmer, zoals dat in een berg, in een rots zit. En dat is in aanleg, is dat iets. Dat kan iets worden. En wanneer wordt het iets? Je zegt dat het een beeld van Apollo kan worden. Een standbeeld van Apollo. Wanneer wordt dat iets? Nou, als de beeldhouwer er de vorm aan geeft. De vorm van Apollo. Dus dat beeld is eigenlijk in aanleg. Sorry, dat stuk marmer is in aanleg dus een beeld van Apollo. Maar ja, als wij nu naar een musea gaan en naar Griekse beelden kijken. Ja, die zijn meestal stuk. Zijn armen af, benen afgerompen, vaak is er alleen nog maar een torso over of iets dergelijks. Nou, dus je zegt, ja, dat is dus een proces van ontstaan en vergaan. De beeldhouwer kapt dat beeld eruit en vervolgens gaat dat beeld ook weer stuk. Dat is een proces van ontstaan en vergaan. Nou, kijk dan eens naar de Bijbel en dan zie je ook, ja, er ontstaat van alles, de wereld wordt gemaakt. Er ontstaan dingen in de wereld en die vergaan weer. En wie heeft dat gemaakt, dat die wereld waarin alles ontstaat en vergaat? Dan ga ik terug naar het ontstaan van de wereld, die uiteindelijk ook wel weer zal vergaan. Ja, dan kom je terug bij God. God heeft de wereld gemaakt. God heeft die wereld waarin alles ontstaat en vergaat gemaakt. En denk hier ook weer terug aan Heraclitus, die zegt, pantarij, alles wordt. Plato zegt, nee, de echte wereld is de onveranderlijke wereld. En Aristoteles zegt, nee, de wereld die wij waarnemen, de wereld die God geschapen heeft, zou Aquino zeggen, dat is een veranderende wereld. Daar ontstaat en vergaat alles.
Nou, Aquino neemt dat dus over en die zegt die wereld die van dat ontstaan en vergaan, die is gemaakt door God. En dan gaat hij weer naar Aristoteles kijken en daar zegt Aristoteles, ja, iets waarvan Aquino dan zegt, ja, zie je, dat heeft hij goed gezien. Hij heeft eigenlijk ook geconcludeerd dat er een God moet bestaan. Want Aristoteles zegt, ja, je hebt telkens een proces, dat is het gevolg van een eerder proces, en dat is het gevolg van een eerder proces, et cetera, zo terug. Het is een proces van ontstaan en vergaan. Er ontstaat iets en dat vergaat, maar in dat vergaan wordt het marmer worden weer deeltjes. Van dat deeltje kan je weer iets anders maken. Dus het is een proces van ontstaan en vergaan. En dat is ooit ergens begonnen met wat Aristoteles noemt de eerste oorzaak, die zelf niet veroorzaakt is. Of de onbewogen beweger. Dat is een beweger geweest die de wereld van ontstaan en vergaan, van panterijen, alles beweegt, alles verandert. Die wereld in gang gezet heeft, zonder dat die zelf geduwd werd, hè, zonder dat die zelf bewogen werd. Het is dus de onbewogen beweger. Nou, je snapt dat die eerste oorzaak, die onbewogen beweger, dat Aristoteles daar de christelijke God in ziet. En dan zie je dat Aristoteles in overeenstemming is gebracht met wat er in de Bijbel staat, en die gekoppeld wat er in de Bijbel staat. En als je dan vervolgens Aristoteles leest en denkt van, wat een onzin! Dan kon je dat maar beter niet zeggen, want als je zegt, nou, wat hier staat, dat is toch echt kletspraat, dan zeg je, wat er in de Bijbel staat, is kletspraat. En want het was dogma geworden natuurlijk, dat wat Aristoteles zei, en dat Aquino gelijk had, dat wat Aristoteles zei, dat hetzelfde was wat er in de Bijbel stond, dat was wat de kerk dacht, of de mensen van de kerk dachten. Dus, ja, omdat je de Bijbel natuurlijk niet in twijfel kon trekken, want dat was het woord van God en daar stonden dingen in die waar waren. En als je dat zou betwijfelen, nou, dan was je een atheïst en nou, dan was je je leven niet zeker. Kon je ook Aristoteles, hoewel dat er een heide was, niet in twijfel trekken. En dat houdt in dat vooruitgang werd tegengehouden, want ja, je ging dus ook niet tegen Aristoteles in. Dat deed je in ieder geval heel lang niet. Gedurende die middeleeuwen was je dan echt je leven niet zeker. Dus het was gewoon heel onverstandig om dat te doen. En dat deed men ook niet. En waarom hield dat nou vooruitgang tegen? Ja, dan moet je weer terug naar dat idee van Aristoteles als empirist. Of in ieder geval als filosoof, als wetenschapper die zegt dat de observantie de bron van kennis is. Want, wat waren Aristoteles' ideeën nou over die wereld waar je kennis over opdeed? En als je dat dan ziet, dan snap je vervolgens waarom, als je Aristoteles aan de Bijbel koppelt en dus niet tegen Aristoteles in mag gaan, dat gedurende de middeleeuwen dus eigenlijk wetenschappelijke vooruitgang in de weg stond. Want wat zegt Aristoteles? Aristoteles die zegt, ik wil kennis hebben over de natuurlijke wereld. Daar wil hij kennis over verwerven. En hoe doet hij dat? Door te observeren. Dus hij gaat eigenlijk stilzitten. Hij gaat niet stilzitten nadenken met zijn ogen dicht, maar hij gaat stilzitten en kijken. Dat is natuurlijk een manier om kennis op te doen. En je gaat kijken naar plantjes, naar dieren. En dat is wat Aristoteles ook deed. Hij was een hele goede waarnemer. Dus hij heeft ook allerlei dingen over wat wij nu biologie noemen geschreven. Hij heeft een klassificatie van dieren gemaakt, waarin walvissen al als zoogdieren werden geclassificeerd. Nou, dat heeft hij goed gezien. Maar hij heeft geen experimenten gedaan. En dat is het punt. Want Aristoteles zegt, als je kennis van de natuurlijke wereld wil hebben, dan wil je dus van de wereld kennis hebben zoals de wereld zich op een natuurlijke manier gedraagt. Dus stel dat je bij een rotswand staat en daar zit een stuk steen zit los. En, nou, er komt een hevige storm en dat stuk steen gaat los. Nou, wat is dan de natuurlijke beweging van die steen? Nou, die steen die gaat van in de rots naar de grond. Nou, ik zeg dat misschien een beetje raar, want wij zouden zeggen die valt. En wij hebben natuurlijk het idee van zwaartekracht. Die wordt aangetrokken of iets dergelijks. Nou, hoe je daarover mag denken. Er is een zwaartekracht. Dat idee had Aristoteles natuurlijk niet. Dus Aristoteles die moest verklaren hoe dat die steen van A naar B ging. Van in de rots, en dan werkte de storm op in, en dan raakt hij los en dan valt hij naar beneden, zouden wij zeggen. Maar die gaat naar beneden, zou Aristoteles zeggen. Want, ja, Aristoteles heeft een wereldbeeld. En dan komen we weer terug bij dat punt
dat Plato en Aristoteles moesten braken met dat mythologisch wereldbeeld en dan vervolgens met iets nieuws moesten komen. Aristoteles dacht dat alles in de wereld een natuurlijke plaats had. En die van materie, van steen, is zo dicht mogelijk bij de aarde. Dus als een stuk steen losraakt uit een rots, dan zal die naar zijn natuurlijke plaats streven. Dat noemen we teleologie, er is een doelgerichtheid in de natuur. En in dit geval is die natuurlijke plaats zo dicht mogelijk bij de aarde. Dus je moet haast zeggen dat die steen zichzelf beweegt, omdat hij dat wil, en nu chargeer ik een beetje, naar zijn natuurlijke plaats. Dus wij zouden zeggen hij valt en Aristoteles moet misschien zeggen hij gaat. En er is een telos, er is een doel. Telos is het oude Griekse woord voor doel. Er is een doelgerichtheid in de natuur. En de natuurlijke beweging van een steen is naar de aarde toe. En daar kan je dus iets over leren door in een storm bij een rots te gaan zitten en kijken wat losstaande, stukken steen die losraken doen. Die gaan allemaal naar beneden. Ik kan natuurlijk een stuk steen oppakken en omhoog gooien. En kijken hoe hoog ik het kan gooien of kijken hoe ver ik het kan gooien. En als je natuurlijk op de middelbare school gehad hebt, dan zie je al meteen, ik moest dat in ieder geval op de middelbare school doen. Als ik natuurlijk, dan moest ik uitrekenen van een kanonskogel wordt afgeschoten of een steen wordt die kant uitgeworpen. En waar komt die dan terecht en wat is de boog die maakt? Aristoteles zou zeggen, dat is leuk en aardig om te weten, maar dat is allemaal kennis over de niet-natuurlijke beweging van een steen. En dat is dus geen kennis over de wereld, over de natuurlijke wereld. Dus in het werk van Aristoteles zit dus eigenlijk een impliciet verbod op het doen van experimenten. Omdat hij ons niks leert over de natuurlijke wereld. Nou, als je dan gaat kijken naar de middeleeuwen, dan zie je Aristoteles had de overtuiging dat we niks zouden leren van experimenten. Omdat je dan iets wilde leren, omdat je dan niks leerde van de natuurlijke wereld. Ja, dus als je wil weten hoe het met planten en dieren zit, dan moet je gewoon gaan kijken hoe dat het zit. Wij zouden nu zeggen, je moet op een gegeven moment ook experimenten gaan doen. We doen allerlei experimenten met dieren. Dat gaat zover dat we nu zeggen, dat moeten we misschien maar beter niet doen. Maar daardoor leren we heel veel over onszelf, over die dieren, over de planten, over stenen. En als je daar experimenten mee doet, dat is natuurlijk wat gemakkelijker door de ethische commissie te krijgen. Maar precies door dingen te manipuleren, ga je tegen de natuur in, leer je niks over die natuur. En als je dan dus zegt Aristoteles zegt hetzelfde als wat in de Bijbel staat. En door tegen Aristoteles in te gaan, ga je in tegen de Bijbel. Als je dan zegt, we gaan experimenten doen om iets over de wereld te leren. Dan ga je tegen Aristoteles in en dan ga je dus tegen de Bijbel in. En wij weten nu dat experimenten doen, dat dat ons heel veel kennis over de wereld oplevert. Dan moet je experiment goed doen natuurlijk, en het is hartstikke moeilijk, en je moet de statistiek op loslaten, et cetera. Maar wij hebben ontzettend veel over de wereld geleerd, juist door experimenten te doen. En dat was eigenlijk verboden, niet expliciet, maar dat zat impliciet in de theorie van Aristoteles in. En dan zie je dat mensen dus eigenlijk niet zoveel experimenten doen. En men gaat pas experimenten doen als men dingen wil weten waar Aristoteles niks over gezegd heeft. En dan kun je gaan nadenken. En we zien dus, en dat zullen we het volgende college doen, we zien dus dat er dan in die moderne tijd, met de opkomst van de moderne tijd, dat er niet met Aristoteles gebroken wordt. Of sorry, niet met de Bijbel gebroken wordt, maar wel met Aristoteles. En dat men dus experimenten gaat doen. Goed. We hebben dus vandaag gekeken naar de epistemologie van de oude Grieken. Aan het eind van het college vat ik iedere keer alles kort even samen. Dat is handig, zeker nu alles opgenomen is. Als je ergens gestopt bent, dan kun je even het laatste stukje terugpakken. En kun je snel zien waar het ook alweer over ging. Twee antwoorden op de vraag wat de bron van kennis is. Rationalisme en empirisme. Die twee gaan allebei in tegen het scepticisme. Scepticisme zegt kennis is onmogelijk. Ik kan geen kennis krijgen, eigenlijk valt alles te betwijfelen. We hebben gezien dat Socrates dat beweerde. Het rationalisme zegt, kennis komt voort uit het goed gebruik van je ratio. Daar was Plato duidelijk een voorbeeld van. De empiristen zeggen, nee,
als je wil weten hoe de wereld in elkaar zit, als je kennis wil verwerven, dan moet je je zintuigen gebruiken, de ervaringen die je dan opdoet, die vormen de basis van de kennis over de wereld. Nou, het leek dat Aristoteles dat beweerde. Dan komt in ieder geval heel dicht in de buurt wat Aristoteles beweerde van een empirisme. Maar we hebben ook gezien dat er wat, in ieder geval één rationalistisch element hebben we besproken, maar er zit er nog meer in, rationalistisch element in de epistemologie, in de kennisleer van Aristoteles zit. Aristoteles werkt door tot aan het eind van de middeleeuwen. Aristoteles was gekoppeld aan de Bijbel. En hebben gezien dat je dus eigenlijk Aristoteles niet aan kon vallen, omdat je op de Bijbel aanviel en dat was levensgevaarlijk. En dus ging men ook geen experimenten doen, want in de theorie van Aristoteles, in de epistemologie, in de kennisleer van Aristoteles, zit impliciet in dat je geen experimenten mag doen. En wij weten nu natuurlijk dat juist het doen van experimenten je ontzettend veel kennis oplevert. Wat gaan we nu volgende keer doen? College 2 zullen we beginnen met het bespreken van de ideeën van Francis Bacon. Francis Bacon breekt met Aristoteles, zullen we zien. Hij zegt, ja, Aristoteles wordt wel gezien als de filosoof, als de grootste denker die er ooit bestaan heeft. Maar dat is onterecht. Hij breekt met Aristoteles. Nou, in die tijd was dat langzaamaan iets waardoor je in ieder geval niet direct meer in de problemen kwam. Zeker niet als je nog, net als Bacon, geld had en machtige vrienden. Maar hij breekt niet met het christelijk denken. Hij is duidelijke verdediger van de Bijbel. We zullen ook wel zien dat daar iets heel geks zit in de theorie, in de epistemologie van Francis Bacon. Maar waar hij in ieder geval een pleidooi voor houdt, is dat je experimenten mag doen, moet doen zelfs. Hij doet zelfs ook experimenten, niet zo heel veel hoor. Hij beschrijft vooral wat je moet doen in plaats van dat je het zelf doet. Maar hij is degene, of een van degenen, die heeft opgeschreven dat je dus inderdaad niet naar Aristoteles moet luisteren. Omdat je dan, omdat dat de kennisverwerving tegenhoudt, kennisvermeerdering tegenhoudt. Nou, als hij dat doet, dan maakt hij daarmee natuurlijk ook de weg vrij voor anderen om na te gaan denken over hoe je kennis verwerft. Ja, je snapt het al. Dan komen natuurlijk dezelfde discussies naar boven. He, dan gaan we weer denken van, oké, nou, Plato en Aristoteles hadden misschien ongelijk. He, misschien dat dat niet de manier was om het te doen. Maar je komt wel weer terug bij dat idee dat er een groep mensen zal zijn die zeggen van, ja, maar je moet goed je verstand gebruiken. Dan lever je het, dan krijg je echte kennis, dan verwerf je echte kennis. Dat levert echte kennis op. En anderen die zeggen, nee, als je wil weten hoe de wereld in elkaar zit, dan moet je gewoon je zintuigen gebruiken, dan moet je gewoon goed kijken. Nou, we gaan daar naar kijken. In de moderne tijd is de rationalist dan René Descartes. En de empiristen in die moderne tijd, dat zijn Locke, Berkeley en Hume. Daar gaan we naar kijken. En die posities zijn wat minder problematisch dan die van, zeker het rationalisme van Descartes is minder problematisch dan dat van Plato. Het empirisme van de Britse empiristen Locke, Berkeley en Hume is zeker ook niet onproblematisch. Dus we zullen zien dat het eigenlijk beide kampen weer niet lukt om die rechtvaardiging te geven voor kennis, want daar gaat het de hele tijd om. Kennis is een ware en gerechtvaardigde overtuiging. Het is een overtuiging die je hebt, die waar is, maar waar je ook moet kunnen uitleggen hoe je weet dat die waar is. En dat is uiteindelijk waar telkens dat rationalisme of dat empirisme om de hoek komt. En de rationalist zegt, nee, ik weet ook echt dat het waar is, omdat ik dat met mijn verstand kan inzien. En de empirist zegt, nee, ik weet ook dat het waar is, want ik zie dat toch gewoon zo, hè, met mijn ogen, of ik hoor het, of ik ruik het, of ik proef het. Beide posities zijn problematisch. En dan zullen we in college 3 zien dat er iemand op het idee komt, en dat is Immanuel Kant, die komt dan op het idee om te zeggen, nou, misschien lukt het de rationalisten niet, en lukt het de empiristen niet, maar misschien kunnen we een soort van combinatie maken, een synthese. En dat, dat zullen we dan in college 3 gaan bekijken. Wat voor vragen kan je over deze stof van de oude Grieken verwachten?
kan natuurlijk een vraag over Plato verwachten, een meer keuzevraag. Plato was de oprichter van de eerste academie. En wat waren zijn opvattingen over ideeën? Nou, meer keuzevraag. Ideeën zitten in je hoofd en zijn voor iedereen hetzelfde. Nou, de ideeën zitten in de wereld van de ideeën, de wereld van de vormen. Ideeën worden ook vormen genoemd, dus het antwoord A is fout. Ideeën zitten in je hoofd en zijn voor iedereen een beetje verschillend. Nou ja, ze zitten niet in je hoofd, dus B is natuurlijk ook fout. Ideeën bestaan onafhankelijk van mensen en zijn verschillend per cultuur. Nou, de ideeën bestaan dus in die ideeënwereld en zijn dus inderdaad onafhankelijk van mensen. En zijn verschillend per cultuur. En Plato, ja, die zegt daar helemaal niks over. Hè. De ideeën zijn natuurlijk voor iedereen hetzelfde. Iedereen is onderdeel geweest van die ideeënwereld. En als je daar dus geweest bent, dan herinner je de ideeën zoals de ideeën zijn. En dat heeft niks met cultuur of iets dergelijks te maken. In Athene en in Sparta hadden ze volgens Plato dezelfde ideeën. Nou, dan moet antwoord D dus goed zijn. Ideeën bestaan onafhankelijk van mensen en zijn dus voor iedereen hetzelfde. Ja, dat is dus inderdaad het goede antwoord. Dat was het voor college 1. Blijf gezond. Thank you.